Inderdaad, met de man met de rapste benen in ieder geval en die selectie van Roompot, Rimmel Kreder. Erik Breukink zit bij het commentaar, dat geeft extra druk vandaag. Ja, zeker. Hij is vanochtend nog even in de bus gekomen en hij vroeg naar wat onze tactiek was, dus we moeten wel ons best doen vandaag. Vertel eens even, wat is die tactiek? We moeten gewoon zorgen dat we meezitten, dat we niet de koers hoeven te dragen. En in de finale moeten we opletten dat we de slag niet missen. En ik hoop dat ik in de finale ook nog bij zit, dat ik mee kan doen voor de overwinning. Want dat is een beetje het devies voor jou, proberen die heuvelzone over te komen, dat je de laatste 20 mee kunt doen in een groep te sprinten. Ja, zeker. Ik probeer gewoon te overleven en dan kan ik meesprinten. Dus ik hoop gewoon dat ik een goede dag heb vandaag. Wat hebben de voortekenen in jou gezegd over die goede dag van vandaag? Ik heb drie dagen gereden, dat ging goed, alleen de laatste dag was ik helaas gevallen. En gisteren op training met losrijden voelde het gewoon weer goed, dus vandaag gaan we gewoon weer opnieuw proberen mee te doen voor de overwinning. Dankjewel, heel veel succes. Rimmel Kreder dus, een van de mannen die voor Roompot het kunnen gaan doen. Nick van der Leijken zal ik ook nog even in de gaten houden straks, Maurice. Die was heel erg goed in Catalonië, werd daar nog in een rit zesde. Nou, dan doe je toch heel erg mee tussen het grote geweld waar niemand minder dan Alejandro Valverde de absolute beste was. Ja, we staan met de ploegleider van Roompot, die vandaag een dagje vrij heeft. Dat heeft te maken met de ronde van morgen eigenlijk, hè, de grote wedstrijd. Ik ben jarig, Erik, van harte proficiat namens heel Wielerminnen Limburg. Verwacht je een mooi cadeautje van de jongens vandaag van Roompot? Nou ja, ze hebben het wel gezegd. We gaan proberen een mooi cadeautje te geven. Maar goed, het is wel een wedstrijd waar we mee kunnen doen in de finale, waar we mannen voorin moeten hebben. Of je dan uiteindelijk echt voor de winst meedoet, dat valt te bezien. Maar we hebben wel een sterk blok, denk ik, voor deze wedstrijd. Nou, jullie hebben in Catalonië goed gereden. Wat verwacht je vandaag bij deze wedstrijd over die 31 heuvels? Ja, je ziet de laatste jaren is het toch altijd wel een heel aanvallende wedstrijd. Die finale is lastig. Veel kopgroepjes. Van achter gaan er dan een hoop af. En dan, vorig jaar bleven ze voorop met de selecte groep. Andere jaren schuift het weer in elkaar op het eind. Dus dat is al een beetje het spel wat er. Je moet de sprinter achter de hand houden voor als het echt een groepsprint wordt. En aan de andere kant moeten de andere renners altijd aanvallend koers. Maar ja, sprinter hebben jullie natuurlijk, hè, met Kreder. En verder hebben jullie nog wat jongens die ook de berg op en af kunnen. Dus in die zin, je kunt een beetje op het vinkentouw blijven zitten om te kijken hoe die strijd tussen BMC en Lotto Jumbo uiteindelijk uitpakt. Ja, daar ligt altijd de druk natuurlijk. Dat zijn de twee World Tour teams. Maar ja, je moet wel zorgen dat je er altijd bij zit. Want als jij erachteraan moet gaan rijden, achter dat soort ploegen, dan gaat het niet lukken. Dus je moet zorgen dat je altijd in de spits van de wedstrijd zit met een paar man. Dat je dat niet uit handen geeft. Ja. We gaan even terug naar het tekenen van de wedstrijden, het tekenen van de renners. We hebben op dit moment, want het loopt een beetje door elkaar, zoals traditie eigenlijk, in bijna alle wielerkoersen. Met een andere ploeg, nou ja, Sander die weet het, die staat, het zijn de Veranda Classic, staat onder in de trap. Sander. Inderdaad, Veranda Classic, en dat is interessant, want Justin Julie, kunt ze daar ook bij, die wil ik even gaan aanhouden, want dat is een man, Justin, attendez, c'est votre travail. Parce qu'il y a des gens qui disent attendez à Justin Jules aujourd'hui, c'est vrai? On verra comment se déroule la course. Il y a soit une belle arrivée au sprint, peut-être dans les pavés. Et vous êtes en grande forme, oui? Oui, ça va. En ce moment, je suis pas mal. Je sors du Tour de Normandie. On a fait une belle course là-bas. Donc on verra, il faudra être vigilant toute la course devant. Ok, merci. Bonne chance aujourd'hui. Justin Jules is de man die misschien zegt van ja, die ken ik eigenlijk niet zo heel erg goed, maar dat is een hele goede renner. Dat is een sprinter. Kleine man, je ziet het al. En die kleine sprinters die moet je in de gaten houden. Vorige week was hij heel erg goed in de ronde van Normandië. En als hij de benen van Normandië mee heeft genomen, en als hij dan ook nog eens goed over de heuvelzones gaat komen hier in IJsden, dan is dit een hele gevaarlijke outsider. Justin Jules, Maurice, hou hem in de gaten. Hou we zeker in de gaten en dat doen we ook met Loïc Vliegen bijvoorbeeld, de man van BMC, goede vriend van Gilbert, de man die hier afgelopen jaar startte. En Philippe Gilbert, weten we, die heeft iets met de eisen, want zijn vrouw komt hier vandaan. Was graag hier als eerste over de finish gegaan, maar moest de eer laten aan Floris Gerts. Erik Breukink, als jij kijkt naar het lijstje van vandaag, wie verwacht jij dan? Nou, die ploeg van BMC die je net noemt, vorig jaar was natuurlijk Gilbert het speerpunt. Ik denk nu Ben Hermans een hele goede renner is voor zo'n wedstrijd. Maar die zal het moeten hebben van de aanval. Als, je het op een sprint, als het op een sprint komt van een groep, dan heb je Dylan Groenewegen. Dat is de rapste van het spel, denk ik. Dus, en daarachter komen natuurlijk heel veel ploegen die,
die dat wel om zeep willen helpen voor die twee ploegen natuurlijk. Ja, kan Kreder sprinten met Groenewegen, denk je, na zo'n 196 kilometer en al die hellingen? Of is dat toch nog... Ja, in principe is Groenewegen dan wel de rapste. Maar je weet nooit wat er gebeurt in een wedstrijd. En het liefste kom je niet aan met Groenewegen naar de streep. Met een ander soort groepje, met wat andere rappe mannen. Dan heeft Kreder veel meer kans. We hebben ook een Nick van der Leijken, die ook een goede sprint heeft laten zien in Catalonië. Maar die moeten niet met Groenewegen naar de streep komen. Die kunnen beter met een select groepje aankomen met andere mannen. Ja, Groenewegen nu op het podium, wordt voorgesteld door speaker Jo van Deursen. We kijken even naar het voorstellen van Lotto Jumbo en wachten dan bij Sander op het moment dat de jongens aansluiten bij zijn microfoon. Ja, Maurice, de mannen van Lotto Jumbo staan op het podium. De grootste uitdagers misschien ook wel van de mannen van BMC. Met het rugnummer 1, Floris Gerts, geboren Maastrichtenaar. Daar zijn we toch een beetje trots op nog altijd. Floris, hoe mooi is het om op te staan en te vertrekken met het rugnummer 1? Ja, het is heel bijzonder. Ik heb hele goede herinneringen aan vorig jaar. En ik ben wel blij dat ik weer kan starten hier. Zo. En in welke vorm start jij hier vandaag? Ja, op zich gaat het gaat prima. Het gaat goed. Dus... Ja, op zich houdt het nu niet zoveel meer uit hoe de benen zijn. We gaan er gewoon voor. Met een goed gevoel kan ik me ook wel voorstellen, toch? Als winnaar vorig jaar, met Ben Hermans bij je, met Loic Vliegen bij je. Je hebt toch meerdere mensen die in jouw ploeg vandaag hier het kunnen afmaken? Ja, ik denk dat we het ook gewoon net zoals vorig jaar weer als collectief moeten uitspelen. En proberen gewoon, met mensen vooraan te zitten in de koers. En dan, zodat je altijd de mogelijkheid houdt om te winnen. Heel veel succes vandaag. De winnaar van afgelopen jaar. Bescheiden als hij is, Floris Gerts. Vorig jaar winnaar dus hier in de Volta Limburg Classic. En de mannen van Lotto Jumbo flitsten ons voorbij. Maar ik beloof je, we gaan ze terugpakken. Hier op deze interviewplek, Maurice. Ja, kijk maar eens even, Sander. Want ik zie een aantal jongens bij je voorbij komen. Misschien trek je hem nog even aan de jas. Inderdaad, ik denk dat je gaat lukken. En dan gaan we in één keer naar je overschakelen. Ik zie je in een ooghoek. En als ik het goed zie, dan inderdaad lukt het hier om de horde te nemen. Sander, gaan we nog even snel naar jou terug. Voor Lotto Jumbo. Inderdaad, met wie anders dan de Nederlands kampioen. Dylan, hoe ben je opgestaan vanmorgen? Ja, op zich wel goed. Gewoon zoals normaal voor een wedstrijd. Een beetje gezonde spanning, maar dat is normaal denk ik voor een wedstrijd. Dus om er vanavond een mooi sport van te maken. We hadden een poll gehouden, ook op Twitter. En daarbij zei toch het grote merendeel van alle mensen. Ja, Groenewegen, daar gaan we vandaag naar kijken. Ja, nee, tuurlijk. Ik denk wel dat ik een van de kanshebbers ben. Maar dan moet het wel een sprintje van de uitgedunde groep zijn. Ik zal hier niet solo aankomen, maar... Ik denk dat we vandaag een hele sterke ploeg hebben en dat iedereen van de ploeg wel zijn kans kan gaan. Heb jij de benen van West-Vlaanderen of de benen van Gent-Wevelgem vandaag? Ja, Gent-Wevelgem was ik niet allemaal topfit, een beetje grieperig. Dus, maar ik denk dat ik wel weer de benen van dwars de Vlaanderen heb. De trainingen gingen goed, dus ik verwacht wel weer goed te zijn vandaag. Dat is goed. Wat is dan de opdracht van de ploeg om zo lang mogelijk de groep gesloten te houden en met die grote groep aan te komen? Ja, wat ik al zei, is we ook gewoon een eigen kans vandaag gaan. Ik denk dat we een hele sterke ploeg hebben en dat... Ja, dat we alle acht eigenlijk wel kans hebben om te winnen. En ze mogen vandaag gewoon een ding doen. En mocht het een sprint worden, dan trekken we natuurlijk mijn kaart. Wacht even, maar iedereen mag echt zijn eigen ding doen. Er is niet afgesproken, jongens, we proberen die groep bij elkaar te houden. Misschien met één of twee uitzonderingen in jullie groep. Nee, ik denk dat we ook de enige ploeg zijn die dat zouden willen. Dus dat is wel heel lastig tegen een heel peloton dat graag weg wil rijden. Die willen niet naar een sprint toe. En dan is het dan aan de rest van de ploeg om gewoon mee te zitten. En dan, als ik erbij sta op het einde, dan trek ik natuurlijk mijn kaart. Heel erg mooi. Heel veel succes vandaag. Dylan Groenewegen, misschien wordt zijn kaart getrokken, maar zoals gezegd, daar kunnen veel mensen winnen. Timo Rozen is ook heel erg goed. Paul Martens zou hier ook kunnen winnen, doet het heel erg goed. Victor Kampenaars is in grote vorm. En Jurgen van den Broek is natuurlijk de man die alles op het podium stond van de Ronde van Frankrijk. Wel lang geleden, 2010. Die is een beetje op de weg terug. Het is afwachten of hij al goed genoeg is. Hij heeft een lelijke val gemaakt in de Tirreno Adriatico dit jaar. En probeert hier langzaam weer zijn oude ritme op te pakken. Outsidertje. Maar laten we toch vooral kijken naar deze ploeg. Naar Timo Rozen, Paul Martens en deze Dylan Groenewegen. Dankjewel Sander. En ondertussen ziet u achter mij dat de renners zich opstellen voor de start. Ik zie er ook al een aantal dames voorbij komen. Dan hoop ik dat die weten dat ze een half uurtje later starten. Vanaf 12:30. Trouwens ook die start live te zien dadelijk bij L1. Maar goed, we gaan dus zo dadelijk schakelen naar de start van de heren. Die staat gepland voor 12:00 voor de 196,8 kilometer door de Limburgse en de Belgische heuvels. Je had het net even over Jurgen van den Broek. Dat is toch een beetje de dark horse waarvan niemand weet van ja... Hoe is die? Kan die het vandaag of niet? Erik Breuken, je kent Jurgen natuurlijk al heel lang. Hè? Ook in de Tour de France furoren gemaakt, maar vooral door blessures wat teruggevallen. Lotto Jumbo heeft hem nu binnengehaald. Hoe schat je het in? Ja, goed. Ik heb hem
niet goed aan het seizoen zien beginnen. In de Spaanse openingswedstrijd in februari was hij verre van in goede vorm. Dus ja, het is te hopen dat hij niet achter de feiten aan gaat aanhobbelen. Want dat zie je vaak dan als je slecht aan het seizoen begint. We zijn natuurlijk gehaald vooral voor Kruiswijk om in de Giro goed bij te zijn. Dus daar heeft hij nog een maandje. Maar een dag als vandaag zou hij al wel moeten blijk geven van stijgende conditie. Ja, hij is wel natuurlijk weer opnieuw gevallen, weer wat last van de knie. Kan het, schatje, of wordt het gewoon te krap en is het net iets over de hil? Ja, het is dubbelop dan. Je begint niet echt lekker aan het seizoen en dan nog een blessuretje erbij. Dus dat wordt heel moeilijk. En ja, de Giro, dat ligt ook niet. Dan moet je topfit aan beginnen. Dus dat wordt nog best wel spannend. Maar het kan wel snel gaan met die jongen. Als je gezond bent en je kan een maand goed koersen en goed trainen, dan kan het ook weer heel snel in orde komen. Ja. We spraken net even met Ramon Kerkhofs, terwijl alles en iedereen langzaam achter ons klaar gaat staan om te starten voor deze 44e Volta Limburg Classic. En Ramon zei, het is misschien een goed idee voor de organisatie om eens te kijken naar een andere datum. Toch te veel overschaduwd door de Ronde van Vlaanderen, de grootste wedstrijd in België eigenlijk. Er is wel eens gekeken naar de woensdag voor de Gold Race, maar het is natuurlijk ook moeilijk, ook bezet. Hoe kijk jij daarin? Het is net wat je wil. Kijk, ze hebben nu wel een datum die bekend is. En ja, je kunt niet verwachten dat alle topteams hier dan aan de start komen. Dus als je wat meer ruimte hebt, krijg je ook meer World Tour teams die hier aan de start kunnen komen. Dus dat is inderdaad, alle publiciteit gaat nu natuurlijk naar Vlaanderen. De hele week is daar koers. En de uitsmijter is morgen de Ronde van Vlaanderen. Dus als er ergens een mooie datum is waar je ruimte hebt en waar dan in het vooruitzicht ook nog een grote wedstrijd zit, dan krijg je, is dit een prachtig parcours om een hele grote ploeg aan de start te krijgen. Okay. We hebben een hele mooie taart klaarstaan. Je kunt hem delen met je ploeg straks als jullie winnen. Wat is je eigen? Wat heb jij in de auto liggen voor eventueel Kreder? Zou die hier verrassen? Wat ik in de auto heb liggen? Ja, nou ja, voor jouw verjaardag om uit te delen. Of is dat niet meer? Een paar van die muesli-repen hebben we in de auto liggen. Alleen, hou het daarop. Okay. Goed, ga kijken of Sander Kleikers klaar zit in zijn commentaarpositie. Want die gaat ons door die 196,8 kilometer loodsen. Over die 31 Limburgse heuvels. Met die mooie grote bergen op het einde. Met de Loorberg, de Kamerik bijvoorbeeld. De Gulperberg die we gaan beklimmen vanaf de oostkant. En dan de laatste vier beklimmingen waarvan Moerslag eigenlijk op 15 kilometer voor het einde ligt. Dan krijgen we nog één lokale ronde in IJsden. En dan zullen we weten wie de opvolger wordt van Floris Gerts. De man, een beetje Maastrichternaam mogen we wel noemen, die hier vorig jaar won. Die Philippe Gilbert aftroefde, zijn kopman op dat moment van BMC. En die dus ook voor het tweede jaar op rij de hegemonie van BMC in deze wedstrijd bevestigde. Kan Lotto Jumbo daar vandaag wat aan doen? Of wordt Roompot misschien de grote verrassing? Het zou kunnen, de renners hebben ze ervoor. Sander Kleikers gaat u door de koers leiden. Sander. Ja, dankjewel Maurice. Met de mannen die zich hier langzaam gaan opstellen. Zoals hier door het beeld voorkomt. Rafael Freinstein van Lotto Kernhaus. Een van de 22 ploegen dus vandaag aan de start van deze Volta Limburg Classic. Het kleine broertje of kleine zusje, zo u wilt, van de Amstel Gold Race. Met dus een kleine 200 kilometer. Verdeeld over twee grote lussen van 90 kilometer. Een lokale openingsronde en natuurlijk een lokale finishronde straks hier aan de streep in IJsden. En die mannen die staan klaar. De vrouwen overigens die vertrekken straks. En die vertrekken eigenlijk onderaan de Diepstraat. Eventjes om de hoek met hun wedstrijd. Voor het eerst wordt die vandaag verreden in die story, die Volta Limburg Classic voor vrouwen dus. Maar eerst straks het vertrek van de mannen. Met toch een hele voorzichtige Floris Gerts, die hier vorig jaar verrassend won. We kunnen ons misschien nog wel herinneren dat de rechterhandje van Philippe Gilbert in de slotkilometers doen maar liefst vijf renners van BMC in de top 10 terug waren te zien in de einduitslag. Hoe knap was dat? De grote toch zegen van de ploeg van Jackson Stewart, de ploegleider van vandaag bij BMC Racing. Vandaag ook in hun geleidere Kian Franchini, een talentvolle Zwitser. Net als Joey Roskopf. Miles Scottson is de Australisch kampioen. Dat werd hij al in januari van dit jaar, toen daar het Australisch kampioenschap werd verreden aan de vooravond van de Tour Down Under. En Scottson dus een hele rappe man. En hij versloeg onder andere Simon Gerrans daar in de sprint.
Manuel Senni rijdt daar ook bij BMC erbij. Ook hij is heel erg goed. Ben Hermans hebben we al vaker genoemd. Winnaar van de Ronde van Oman onder andere. En ook vorige week droeg hij de leiderstrui nog in Catalonië. En Loïc Vliegen, de vriend van ook Philippe Gilbert, werd al eens negende in de Volta Limburg. Werd ook al eens negende in de Amstel. Nou, dan kan je dit werk dus heel goed aan. En pas 23 jaar. Lotto Jumbo dus, de mannen die we daar echt tegenover gaan stellen. Met de Groenewegen. We hoorden net al, het is een beetje afwachten hoe de koers zich verder ontspint. Want ook meerdere renners binnen die ploeg zouden het koersverloop aan kunnen. Ga je met een grote groep finishen, dan is het voor Groenewegen. Ga je uit elkaar rijden en wordt het echt een 1 tegen 1 duel. Nou ja, dan gaan we nog eens zien wat Timo Roze zou kunnen, die goed rijdt. Dan zou ook Robert Wagner, maar vooral Paul Martens hier ogen kunnen gooien, die van dit werk heel erg houdt en hier in de buurt woont. Dus dan is het parcours voor hem gesneden koek. Martens was ook de enige die gisteren niet meereed in de verkenning van Lotto Jumbo de finale. Want wat heb je hem nog te leren als je hier om de hoek woont. Outsiders dan vandaag dus namens CCC. Dat zijn Maciej Paterski, maar ook Simone Ponzi. Die werd al eens tweede in de Grand Prix van Plouay. Toch een hele grote wedstrijd. Bij Wanty hebben we net al gehoord Kenny de Haas bijvoorbeeld, maar ook Jérôme Bogny. Bij Nipo Vini Fantini kijken we nog naar Pier Paolo De Negri. En zo gaan we langzaam het rijtje af. De mannen van de Rompot, zojuist zagen we Oscar Riesebeek talent voorbij komen met dus Kreder, die daar de man moet zijn als het op de sprint aankomt. En dan hebben ze met Nick van der Leijken nog een jongen die een goede doen is. Erik Breukink, vorige week in Catalonië, was het een opvallende prestatie. Werd hij zesde, denk ik, in de rit? Ja, die heeft inderdaad Catalonië gereden. En op het eind van die ronde, ik denk de ene laatste rit, waar het een hoop strijd was tussen de ploegen van Contador en Froome. Froome werd daar uit de wielen gereden. En van de Leijken die daar een beetje mee kon. De laatste col ook over kon. En in de sprint van een selecte groep van een man of 30, 35 toch mooi zesde werd. En in dat veld, want dat was echt hoog niveau Catalonië, is dat gewoon een hele goede prestatie. Ja, met een 37-jarige winnaar Valverde. Ja. Ja, die was super. Die was ongelooflijk gebrand ook. Die had Parijs-Nice, Tirreno, had hij moeten afzeggen wegens ziekte. Maar dan zie je wat voor hoog niveau die dan terugkomt. Ik geloof 3 ritten gewonnen. 2-3 ritten. En er stond geen maat op. Nee, we zagen zojuist Kevin van Melsen van Wantigroep Gobert voorbij schieten. En we zien vooraan de eerste starterij ook mannen van het continentale niveau die zich ongetwijfeld vandaag willen laten zien straks in een vroege vlucht. Zo mogen we aannemen. En dat is ook goed, want dit zijn de wedstrijden waarin je op dat niveau kunt laten zien. Daar zit de Groenewegen en het rood-wit-blauw daar in het midden. Die dus toch wel het werk aan zou moeten kunnen. We hebben gezien dat in Gent-Wevelgem hij niet zijn beste dag had, maar in Vlaanderen, dwars door Vlaanderen, was hij dan weer heel erg sterk. Dit is misschien toch wel de grote favoriet van de dag, Groenewegen. Want de Heuvels, die moet hij doorgaans toch wel aan kunnen. Ja, als je ziet wat voor niveau die nu dit jaar gehaald heeft, dan moet hij qua parcours dit zeker aankunnen. Je moet wel de vorm van de dag hebben natuurlijk. Als het even wat minder is, dat zie je dan in Gent-Wevelgem, dan doe je gewoon niet mee. Dit is natuurlijk een wedstrijd met even niveau onder de World Tour. Ja, dan mag je verwachten als hier een selecte groep naar de sprint toe komt en zeg een man of 50, hij zit erbij, dan is hij de absolute favoriet. Ja, zeer zeker. En dan gaan we zien hoe bijvoorbeeld hier Frederik Veugel het ervan afbrengt. Links, de man met een wat rossige baard. Hij is echt misschien wel een van de nestors van dit peloton. Reed ook al bij Vacan Soleil en is de man die nu bij Wantigroep Gobert daar toch de wegkapitein is. Al hebben ze daar wel wat zieken. Daar starten ze dus vandaag met zes man. Met dus Van Melsen, Bonny, met Kenny Daas die we zojuist spraken. De winnaar dus van de Ronde van Limburg in Tongeren. In Belgisch Limburg met Xandro Meuris, Guillaume Leverle en dus Frederik Veugelen, de mannen van Wantigroep Gobert. Ja, het blijft dus echt een strijd tussen die twee World Tour ploegen. BMC Racing en Lotto Jumbo. Pardon?
We zagen zojuist mooie beelden van lenteachtige omstandigheden met die bomen en bloei. En dat betekent voor de hooikoortspatiënten, daar ben ik er één van, dat er af en toe eens even een hoesje tussendoor komt. De mannen van Veran Classic, ik zei het net al, Justin Jules is daar de kleine sprinter die vorige week heel goed was in de ronde van Normandië. Daar met goede benen hier naartoe is gekomen. En ja, dat zie je vaak bij de Volta Limburg Classic, dat naast die twee grote ploegen, BMC Racing en Team Lotto Jumbo, dat in één keer daar verrassende ploegen met nieuwe namen in één keer mee kunnen gaan strijden om de zegen. Zo zagen we dat de afgelopen jaren bij de mannen van Bardiani met Sonny Colbrelli, de Italiaan, die nu inmiddels rijdt voor Bahrein Merida op World Tour niveau, die dus daar heel veel geld verdient bij die ploeg. Hier is de Australisch kampioen Miles Scottson, dus nu nog in het zwarte tenuutje, maar je ziet aan die helm, die Australische kleuren, dat hij de kampioen is van Australië in de ploeg van BMC. Zoals gezegd, in januari versloeg hij onder andere Simon Gerrans daar in de sprint. Twee nationaal kampioenen dus, met Gerrans en met Dylan Groenewegen hier aan het vertrek. We horen de klokken in IJsden van de protestantse gemeente. Nog wel apart, hè? Als je hier het hebt over het Zuid-Limburgse IJsden. Een hele kleine protestantse gemeente die hier de klokken laat luiden zometeen. Het is 12 uur en dat is het tijdstip van de vertrek waarop de renners nu wachten op dat startschot. Hier is die Justin Jules, die kleine Fransoos, nog eventjes spelend met zijn ventiel, klaar voor het vertrek. Nu droog dus, vanmorgen vroeg, zo rond de 9 en 10 uur regent het hier op de kasseien, flink zelfs, nu dus droog. Het zonnetje heeft even geschenen, dus dat betekent ook wel dat de kasseien weer nagenoeg droog zijn. Het zou vandaag toch nog gaan regenen, vanmiddag ook. Als je straks ook die vrouwenkoers hebt, waarvan we ook veel zullen laten zien, dan kan het nog interessant worden, want dan hebben we wat glibberige kasseien. Nou, het peloton maakt aanstalten om te vertrekken, maar we zijn nog niet weg. Mannen van Sport Vlaanderen, Baloise, dus die opleidingsploeg. Met dus onder andere Elliot Litaar, die daar vandaag een beschermde rol heeft gekregen. Met verder ook Maxime Farazijn. En dat is de zoon van Peter Farazijn, oud wielrenner. En zij dus klaar voor vertrek. Met het groen-witte shirt zijn de mannen van Delta Cycling Rotterdam, dus de opvolger van die ploeg die daar nu dus niet meer bestaat en nieuwe shirts zijn vertrokken. Daar gaat de startschot met de burgemeester van IJsden-Margraat, Dieudonné Akkermans. Zelf echt de wielerliefhebber. En daar is het peloton vertrokken voor dus een kleine 200 kilometer met 31 hellingen. Met de eerste lokale ronde zometeen en dus twee grote lussen van 90 kilometer om weer terug te keren in IJsden voor een lokale ronde. En om het ook aantrekkelijk te maken voor de klimmers en de aanvallers is 2 jaar geleden de parcours enigszins omgegooid, waardoor je ook in de finale nog klimmetjes krijgt in de laatste 16 kilometer. Onder andere die snelle heuvelzone met het Merenlintje en de klim naar Moerslag. En vroeger had je nog twee grote lokale rondes aan het einde. Nou, dat is ook eruit gehaald om juist die aanvallers die in de heuvels ervoor zijn gegaan de kans te bieden om het af te kunnen maken. Om het koersverloop minder voorspelbaar te maken. Probeert de Amsterdam Gold Race ook door juist de slotklim van de Kouberg eruit te halen. Uiteindelijk, Erik, cliché, maar het zijn de renners die de koers bepalen. Het is niet altijd het parcours. Nee, goed, maar ik denk op zich is het best wel een keuze die kan gaan werken. Nu is het altijd zo geweest van echte topfavorieten, die wachten tot die laatste keer Kouberg.
En ja, dat kunnen ze nu niet meer doen, dus ze moeten eerder uit hun puik komen. En dan moet je ook op een hele andere manier gaan koersen. Maar ja, als er 3, 4 ploegen gaan rijden voor een sprint, dan is het altijd een vrij gesloten pact. Maar ja, in de Amstel Gold Race, ik denk dat ze die koers eerder moeten openbreken nu. En zeker de ploegen van die topfavorieten. Nou, dan werd het jurylid eventjes heel erg boos. Hij wees, en het eerste volgende beeld dat we zagen was Martijn Keizer. Ik weet niet wat hij daar heeft gedaan. Of dat was een grap. Of een 1 april grap. Kijk eens hier. Nog één keer. En ik haal je eruit. Op stoepje gereden misschien. Want dat is nu actueel. Hè? Je mag niet meer op de stoep rijden. Daar is niet ieder jurylid even strikt in. Nee, ze hebben nog nooit echt een maatregel genomen. En nu dreigen ze dus mee. Ook in de Ronde van Vlaanderen. Renners die ergens op de stoep rijden worden uit koers genomen. En, ja, goed. We gaan even luisteren naar Maurice Jesse, collega. Hij zit achter het peloton op de motor, Maurice. Ja, inderdaad. Waar we eigenlijk al zien dat die renners zo rustig bij de start allemaal stilstaan. Dan zijn ze heel ontspannen. Op het moment dat ze gaan rijden, worden ze heel zenuwachtig. En dan zien we toch wel weer het stukje dat renners over de stoep rijden. Om dan van achteruit dat langste peloton door te rijden en naar voren te rijden. En dat is waar ook de wedstrijdleider zo straks aan met handgebaren het maken was. Dat het niet mag gebeuren. Het is natuurlijk een discussie geweest de laatste weken. Je mag niet gebruik maken van de stoep. Nou, als ze dat hier, die regel consequent gaan toepassen van wie er over de stoep rijdt. Dan kun je er vandaag hier denk ik toch zeker al een man of 11, 12 eruit gaan halen uit de koers. Maar dat zal zeker nog niet gebeuren, want kilometerpunt 0,0 is nog niet bereikt. Ja, we zagen ze net al gaan. Zo sneaky als ze zijn, proberen ze daar nog even. Hoppa, daar gaat hij. En nog eventjes wat ruimte, wat meters maken. Kijk, die Keizer zegt, pot jongens, ga je hier ook wat van zeggen dan? Nee, natuurlijk niet. Want deze mannen denken gewoon, waarom niet? Het kan toch wel even een paar metertjes opschieten, waarom niet? Deze man probeert het dus, Thomas Duruet van Veran Classic. En ja, hij heeft wat meters opgeschoven. En als je dan consequent bent, dan zou je daar wat voor moeten zeggen. Maar jongens, dat is heel belangrijk. We zitten de boven hier nog in de neutralisatie. Ja, ik denk als je na kilometer nul er wat van gaat zeggen, oké. Maar vaak is het ook heel moeilijk als het peloton breed uit is. Soms moet je ook uitwijken en kun je geen andere kant op. Dan ga je gewoon de stoep op. Dus dat zal nog een hele klus worden om daar een lijn in te gaan trekken. Want je kunt niet als iemand noodgedwongen op de stoep moet gaan rijden door een valpartij of wat dan ook. En hem dan uit koers halen, dat zou dus raar zijn. We wachten met het vrijgeven van de koers. Dat gebeurt dan even buiten IJsden. Straks hier gaat dat dan plaatsvinden. Kijk hier, het fietspad door het gras. Pourquoi pas? En ook daar weer wat meters opgeschoven. Hier buiten IJsden op dat industrieterrein zal straks het sein worden gegeven om te kunnen vertrekken. Roy Pakbier, de koersdirecteur. En deze wedstrijd al enkele jaren. Ook betrokken bij de Amstel Gold Race, andere Limburgse grote en kleine koersen zoals de Ronde van Limburg. Klaar dus zometeen voor het vertrek. Juryleden knikken ja. Koersdirecteur is daar ook klaar voor. Zometeen gaat de vlag. En dan zijn we vertrokken. Iedereen snel weg en meteen in de aanval natuurlijk. Want daarom zit je op die eerste startrij. Daar heb je het voor gedaan. En dus zijn wat kleinere ploegen zoals bij Joop Piels of bij Delta. Weer een klassiek. Zeg Cycling, dat zijn de mannen die meteen als eerste een snok aan geven. Maar nog geen echte vlucht. En Keizer is dus de man die dat namens Lotto Jumbo nog even moet gaan bewaken. Zoals gezegd, Lotto Jumbo werd hier vorig jaar toch echt flink geklopt door de mannen van BMC. En dit jaar hebben ze gezegd, dat willen we niet meer. Dus staan ze hier met een hele sterke formatie aan de start. Met dus Groenewegen, met de Bouwman. Die werd al een keer tiende in de Volta Limburg Classic, 3 jaar geleden. Kampenaerts, dus die tijdrijder, een goede doen. Van den Broek, afwachten. Rozen, die is goed. Heeft een wat wisselvallig voorjaar gehad. Zou eigenlijk in Vlaanderen rijden, maar door een wat wisselvallig voorjaar, onder andere door ziekte in Parijs-Nice, teruggezet naar de Volta Limburg Classic. Zo hard gaat het gewoon. Ben je niet goed, dan rij je niet in Vlaanderen.
En nu inmiddels heeft hij toch weer zijn niveau gevonden. Dus zal hij zich willen bewijzen vandaag. Rozen. Dus. En dan Martijn Keizer. Robert Wagner. Die woont in het Oostkanton in België. Kelmis. Nou, dan ben je hier vlakbij. En Paul Martens. Ook al zo'n buurtgenoot. Hier het lusje dus. Dat we ook gaan rijden in de finale. En als je de beelden zich nog kunt herinneren van afgelopen jaar. Met die mannen van BMC die daar de kopgroep domineerden. Met Philippe Gilbert onder andere. Toen in die laatste 3 kilometer nog net dat setje werd gegeven aan Floris Schertz. Erik Boosetongen beweren dat het misschien wel zou kunnen zijn dat Schertz eigenlijk niet de bedoeling was dat hij hier zou winnen. Eigenlijk was het voor Gilbert bedoeld. Nou goed, als je de finale terugkijkt dan... was het ook niet echt een voluit demarrage. Hij ging echt van kop af, had een gaatje. Toen hij zag dat die gaatje af, trok hij natuurlijk vol door. En blokkeerde de rest van BMC daar de koers. Maar het was zo ver in de finale dat ze wel bezig waren om de sprint voor te bereiden voor Gilbert. Hier Gilbert ook niet een van de traagste op een aankomst met steentjes, lichtjes bergop. Een favoriet natuurlijk, maar ja... Ik denk dat ze het niet echt heel bewust van tevoren zo gepland hadden. Gerts kreeg dat gaatje en toen gooiden ze het boel erachter plat. Dat is voor zo'n jongen de manier waarop hij hier wegreed en waarop hij het gat sloeg was wel indrukwekkend. Ook hier gebeurt dat, waarbij wat de mannen proberen een klein gaatje te slaan. Als we zo dadelijk weer terug gaan keren richting... de finish, dit is in Oost-Maland en nu rijden we weer ijs de binnen langs het water. Links het water, rechts het stadje. Nog altijd een compact peloton, dus met namens Lotto Jumbo, Bouwman en Keizer die daar voorin zitten om te controleren. Groenewegen daar ook in de eerste rij. Meer dan ooit, zeggen ook veel ploegen, is dit een koers met hele smalle weggetjes. Juist hier, evident in het Limburgs Heuvelland, zaak om altijd voorin te blijven zitten. Zeker als we straks echt het krijtland ingaan, draaien en keren. De opeenvolging van het aantal hellingen is heel snel. 31 dus in die 200 kilometer. Terug op de keitjes. De mannen van Nippo Vinifantini. Met dus Pier Paolo De Negri als belangrijkste man. En ook Marco Cannola. Vorig jaar zat hij mee in de kopgroep. Nog even kijken hoe dus dat eruit gaat zien, die finish. Want dit is dat plekje. En is dat al Pavel Broet, die daar in derde positie zit namens Gazprom, de oud-winnaar van de Volta Limburg Classic. Dat is Broet, denk ik. De man die alles in de ronde van de Romandie etappe wist te winnen. In de Giro een etappe wist te winnen. En hier winnaar was in... En nu ga ik dat uit mijn hoofd doen. Ik denk 2012. Maar nu ga ik zoeken. Weet jij het nog, Erik? Nee, zou ik ook moeten opzoeken. Maar het is wel een man van de aanval. En van de lange aanvallen. Die zit vaak in kopgroepen. Hij is nu al behoorlijk op leeftijd, maar 2012. Destijds altijd in ontsnappingen en op die manier ook wel wat overwinningen gehad. Ja. In dat CCC-tenue de afgelopen jaren was hier stevast Davide Rebellin te gast. Helaas is dat voorbij. Hij koerst nog wel, hè, Schijn? Hij koerst nog wel. Hij is in China, volgens mij. Maar ook hier, op zijn 40ste of verder dan dat, was hij altijd mee in de finale. Ja. Goed, we zien aan Valverde dat je op je 37ste nog het peloton bijna kunt declasseren, zoals vorige week in Catalonië. Dus waarom niet?
klein gaatje gaan we krijgen met deze mannen. En is dit dan de eerste vlucht die tot stand komt? Ja, wat je in de laatste tijd nog veel ziet, is dat het wel vrij lang kan duren, die eerste ontsnapping. Er zijn zoveel ploegen die daarin willen zitten. De grote ploegen controleren nu dat er niet te veel mensen wegrijden. Een te grote kopgroep is weer te gevaarlijk. Als je die te veel minuten geeft, dan moet je daar veel te veel mannen voor opofferen om dat recht te zetten. Dus wat dat betreft zijn BMC en Lotto, Jumbo en andere grote ploegen toch zeker bezig om de koers te controleren. Ja, daar zijn de dames die zich nu zo meteen gaan opstellen voor de start. Maar in dat veld onder andere ook meisjes van Boels Dolmans, zoals Caroline Canuel of Katarina Pavlovska. En namens Limburg zullen we daar zien Sabrina Stiltjens, terug van een lange blessure. Vorig jaar, vrijwel het hele jaar uit competitie geweest. We gaan daar ook terugzien Kylie Waterhuis bijvoorbeeld, van Maaslandster, de 19-jarige nichtje van Ronald Waterhuis. Groot talent. We hebben de wereldkampioen bij de junioren, Carlijn Swinkels. Vorig jaar reed ze nog voor de bergklimmers. Nu gaat ze rijden voor Parkhotel Valkenburg. En zo heeft ook dat damesveld een goede namen weten te verzamelen voor deze eerste editie. Geen World Tour wedstrijd dus, maar wel een wedstrijd waarvan dus heel veel dames zeggen op dat World Tour niveau, zoals die meisjes van Boels Dolmans: ik wil hier wel vertrekken. Want zou het niet mooi zijn om op de erelijst te staan van de allereerste Volta Limburg Classic voor vrouwen? Dat speelt. Zometeen gaan we de start van de dames zien en maken we kennis met een paar vrouwen. Maar eerst gaan we naar de reclame, zien we u zo terug voor de vrouwenkoers van de Volta Limburg Classic. Achter mij in première de fantastische muzikale voorstelling Pinkpop. Het allernieuwste project van toneelgroep Maastricht in een schitterende regie van Servé Hermans. Ik mag samenspelen met niemand minder dan Henriette Tol, Suzanne Zegers, Michel Sluismans en Judith Pol. Het wordt een schitterend verhaal over liefde, over vergeten, over vergankelijkheid. En er wordt een heel erg fraai tapijt gelegd. Speciaal voor de voorstelling geschreven en live gespeeld door Rowan Hees. Er is een roze loper vanaf 7:30. Dus 8 april. Kijken allemaal. Ik ben er ongelooflijk trots op. Nieuw in de L1 Shop. Rondje Zuid-Limburg. Een spel voor jong en oud. Van 2 tot 4 spelers. Gezellig en spannend, maar ook leerzaam. Leuk om te krijgen of om cadeau te geven. Kijk op L1shop.nl. Kijk dames, die hebben we ook gemaakt. Kijk, die mooie deur, die hebben wij ook gemaakt. Hé, hey, daar is er ook eentje van ons. Pap, heb je de boodschappenkrat al bij je? Ja, maar kijk, hier zijn we ook aan het werk. Oké. Bo Hako, goed bekeken, een klasse beter. Van 10 tot en met 13 augustus is Berg en Ter Blijt het vertrekpunt voor mensen met maar één missie. De 30ste Heuvelland Vierdaagse. U kunt kiezen uit routes van 7 tot maar liefst 42 kilometer. Schrijf nu in en wandel 4 dagen mee in het prachtige Heuvelland. Voor meer informatie, heuvellandvierdaagse.nl. Mis het niet! In keuken kopen bij Tennemans is een beleving. In ons familiebedrijf staan persoonlijke aandacht en perfecte service voorop. We hebben voor iedereen een keuken. Keukens van vooruitstrevende merken, op maat of zelfs handgemaakt en gemonteerd door eigen monteurs. Graag tot ziens bij Tennemans Keukens in Ittervoort.
EP Tummers is de grootste elektrovakspeciaalzaak in Limburg. Met bijna 100 jaar ervaring voorzien we u van deskundig advies en persoonlijke ondersteuning. 7 dagen per week. Onze bezorgdienst levert en installeert uw aankopen vakkundig bij u thuis. EP Tummers. Enthousiast, gastvrij en betrouwbaar. Nu bij Kirkels Tegels en Vloeren. Sensationele prijsverlaging op de beste energiebesparende vloerverwarming. Alleen eerste keusmaterialen, dus 10 jaar garantie op tegels en vloerverwarming. De laagste prijs op eigen importtegels. Kirkels, al 25 jaar een begrip in Limburg. Altijd al willen weten hoe radio- en tv-programma's worden gemaakt? L1 laat het je zien tijdens een rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen bij L1. En bezoek onder andere de radio- en tv-studio's. Een leuke activiteit voor familie, vrienden of vereniging. Meer informatie? Kijk op l1.nl/rondleiding. Deze aflevering van Limburgsland vertel ik je iets over borders. Hoe je ze moet maken en hoe je ze moet onderhouden. En dat vertel ik in de tuin van Dina de Ferme in Stokrooien bij Hasselt. Luister, ik moet hier eerlijk zeggen, qua liedjes is nog eigenlijk niet mijn ding. Ik hou gewoon meer van andere muziek. Maar het is gewoon grappig om dat op deze leeftijd nog allemaal te doen. Hoe ze ook bus, waar ze ook thuis. Goed in Wissel. Goed in Wissel. Ik moet. Oeh, ben blij. En leer zo sterk met Sachon. Limburgstalige muziek. Hoofden. Van Dien, favoriete artiesten. Hij kan mij op, doe de schattig kloekje. Geef ons geen liefde, we moeten naast. Bladderweg, iedere zaterdagmiddag van eind tot vier. En iedere werkdag tussen 7 en 8 uur 's avonds op L1 Radio. Jongens, ik ga wel krummelen. En 24 uur per dag. Halleluja! Via bladderweg.nl. En welkom terug bij de Volta Limburg Classic, de 44e editie bij de mannen. Die hebben we zojuist zien starten, maar dit jaar ook weer een vrouwenrace. In het verre verleden hebben we dat wel eens gehad. We hadden 4 wedstrijden, de amateurs bij de clubs, de merkenteams. En we hadden de junioren en toen ook de vrouwen. Monique de Bruin toen bijvoorbeeld nog een van de winnaars. En dit jaar voor het eerst weer vrouwen in koers, omdat het vrouwenwielrennen zo in de lift zit. En dan zijn we benieuwd naar de prestaties van de Limburgse troef. Toch wel, lange tijd. Sabrine Stultes was lange tijd geblesseerd afgelopen jaar. Sabrine, want je kampt een beetje met knieproblemen. Hoe is het nu met je? Ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. Ik heb nu een aantal wedstrijden achter de rug en ik voel dat elk weekend wel beter gaat. Dus ja, ik zit nu op zich denk ik al op schema. Wat kunnen we van je verwachten vandaag? Ik ga gewoon lekker koersen en... We zien wel waar het schip gaat stranden. Vorig jaar heb je toch lang met zo'n knie gesukkeld, bijna het hele jaar eigenlijk wel. Doet het mentaal nog iets met je in de zin van, geeft je nog onzekerheid? Of zit je er toch lekker onbevangen in, zoals het nu lijkt? En knal je dadelijk de heuvels op? Nee, het gaat nu wel heel erg goed. Ik heb eigenlijk geen angst meer, want ik kan eigenlijk alles doen. Maximaal uit mezelf halen en zo, dus zonder knieproblemen. Dus het ziet er nu wel heel erg goed uit. Heel veel succes dadelijk. En dan is die Volta Limburg Classic ook een beetje een wedstrijd toch wel van familie, mogen we wel zeggen. Want we hebben bijvoorbeeld Rick Sabel, de zoon van Erik Sabel, die doet mee. We hebben Thomas Ries, de zoon van Björn Ries, die rijdt ook mee. Ik moet even op het blaadje zetten, want er zijn er een hele hoop. Bijvoorbeeld Maxime Farazijn van Peter Farazijn. Kylie Waterreus, dat is het petekind van Ronald Waterreus, de dochter van John. Ook nog een goede oud-wielrenner. Britt Knaven, de dochter van Servaas Knaven. En we hebben de dame Britt Teunissen. Dat is de zus van Mike Teunissen. En Mike die rijdt morgen in de Ronde van Vlaanderen. En Britt, je mag vandaag in de Volta Limburg Classic. Wat kunnen we van jou verwachten vandaag? Nou, het is mijn eerste koers, dus ik weet zelf ook nog niet helemaal wat ik kan verwachten.
Maar ik ging er eigenlijk in eerste instantie vanuit dat het een clubwedstrijd was, omdat ze dat schreven. Maar ja, daar doen nu toch een aantal profs mee, dus het is afwachten hoe het vandaag zal gaan. En die zijn toch ook wel vergelijkbaar met de echte grote Volta Limburg Classic, hè, waar de grote profs strijden tegen de jongens van de Continental Teams. Hoe ga je dan zo'n wedstrijd in nu? Is het toch zo lang mogelijk bijblijven? Nou ja, ik heb voor mezelf wel voorgenomen om de klimmen gewoon vooraan proberen te beginnen. En dan, dan kan ik nog wel uitbollen tot boven en dan moet het op zich wel lukken. We weten, je komt wel uit een echte wielerfamilie, hè? Want je vader zien we zowel op de weg als in het veld bij Mike. Is hij er vandaag ook? Bij mijn vader of Mike? Ja, weet niet, de familie. Ja, dat kan ook niet anders. En Mike die is natuurlijk al in Vlaanderen en mijn moeder kon helaas niet mee omdat ze moest werken. Vandaag dan jij in het centrum. Wat doe je nog, of morgen nog met Mike? Ga je nog kijken? Nee, ik heb morgen zelf koers. Nou, fantastisch. Britt Teunissen dus vandaag in de Volta Limburg Classic. En haar broer Mike, die zien we morgen in de grote Ronde van Vlaanderen in de Hoogmis. We gaan even naar Sander. Ze staan klaar, de dames. Die dus voor een deel, dus, zoals Britt Teunissen al zei, zusje van, eigenlijk het ging, zou gaan om een clubcompetitiewedstrijd. En inderdaad, steeds meer dames melden zich in één keer om daar ook te rijden. Zoals dames van WM3. Dat is de ploeg van Marianne Vos. Vos die er zelf niet bij is. Marianne zag haar zojuist. De blonde dame is dan weer de vriendin van Jasper Okkeloen. En dat betekent dus dat niet alleen je vaak vader-zoon of vader-dochter relaties ziet, maar ook gewoon echte relaties die vandaag van de partij zijn. Okkeloen is bij de mannen onderweg. Rianne Marcus namens WM3 hier aan de start. Vlak naast Sabrina Stiltjens uit Meijl. Verder twee dames, onder andere ook van Boels Dolmans dus. Met Carol Anne Canuel. Dat is een Canadese. Een klein, heel sterke dame. Die samen met de Boels Dolmans formatie afgelopen jaar in Doha en Qatar wereldkampioen ploegentijdrit werd. En die daarvoor bij Specialized Lululemon ook al 2 jaar lang wereldkampioen tijdrijden werd in de ploegentijdrit. En verder hebben ze ook Katarzyna Pawlowska mee. De Poolse die zowel goed is op de weg als ook op de baan. Zij werd al eens wereldkampioen puntenkoers. En het opvallende deed zich voor bij de ploegenpresentatie van de Boels Dolmans formatie is dat Pawlowska toen van het podium afviel en daar een flinke snee aan haar been aan overhield. En waardoor ze die eerste maand van het seizoen heeft moeten afzeggen. Maurice. Waar Jo van Deursen, de speaker, heel boos mijn kant uit kijkt. Want hij zegt nog 4 minuutjes. Maar ik zei, Jo, even wachten. Want we moeten nog even spreken met Paulina Rooijakkers. Dat is de dame die we eigenlijk al heel lang kennen. Heel groot wielertalent. Deed in 2012 nog mee met Boels Dolmans. Met het WK wielrennen in Limburg in de ploegentijdrit. Ondertussen rijdt ze voor een andere ploeg. Maar maakt ze vooral furoren in de strandraces, Paulina. Vandaag aan de start bij de Volta Limburg Classic. Hoe is het met jou ondertussen? Ja, wel goed. Dit is eigenlijk ook een van mijn eerste wedstrijden. Dus op het strand heb ik wel een hele mooie periode met EK en het Nederlands kampioenschap gewonnen. Dus ik denk vergeleken met andere jaren ik op het strand een stuk beter dan dit jaar. Ik denk dat ik wel klaar voor moet zijn. Je rijdt nu voor Park Hotel, hè? Voorheen voor Boels Dolmans. Is het fijner voor jou om toch wat vrijblijvender zo'n wedstrijd in te gaan? Jawel, ik heb goed naar mijn zin bij Park Hotel en ik denk dat we, op zich wel goed te doen. En ik denk deze wedstrijden zijn ook heel mooi om te rijden en dat we ook over 2 weken de Amstel Gold Race rijden. En dat zijn toch wel hele mooie wedstrijden, dus kijk wel naar uit. Nu heb je in de strandraces in Egmond bijvoorbeeld geweldig goed gereden, ook gewonnen allemaal. We hebben bij een aantal jongens gezien, ik wil niet meteen Craig van Avermaat noemen, maar ook zo'n Ben Hermans. Ineens hebben ze geleerd wat het is om te winnen en dan is het knopje kan om. Heb jij die truc ook geleerd? Nou ja, ik denk het wel. Op het strand heb ik 20 wedstrijden gewonnen, dus de winning zit er wel in. Maar op de weg is nog niet te zien, maar ik hoop dat ik dit seizoen, ik weet hoe het gevoel is, dus ik hoop dat ik het wel een keer laat zien. Heel mooi. Heel veel succes, Paulina. Paulina Rooijakkers dus, zo dadelijk ook aan de start, de dame uit Venray, hier in deze eerste weer wedstrijd voor de dames in de Volta Limburg Classic. Ik denk een minuutje of 2 nog, dan gaan we starten. Misschien kunnen we nog een van de dames van Boels Dolmans krijgen. En anders geef ik het woord aan Sander Kleikers voor de start van de damesrace.
Dankjewel Maurice, wie zal het zeggen. Als het zo is, dan komen we graag weer terug bij jou. 98,5 kilometer gaan de dames rijden. Zometeen dus vertrekken, klokslag 12:30. Dat betekent nog een paar minuutjes voor de start. Met dus die meisjes, onder andere van Boels Dolmans, maar ook van interessant Maaslandster. Zoals gezegd, Kylie Waterhuis, die daar ook aan de start verschijnt. Het nichtje van Ronald Waterhuis. Maar verder ook in de gaten houden bij die ploeg. Dat is Kirsten Peetoom, die het heel goed doet. Woonachtig in Maastricht en ook deze week heel erg goed reed in de Pajot Hills Classic. Hier dus Rianne Marcus rechts, Britt Teunissen daarnaast en Sabrina Stiltjes voorin. Verder vandaag van de partij dames die goed uit de voeten zouden kunnen komen. Misschien ook wel de dames van Jos Veron, Lady Force. Natuurlijk met de Limburgse wielersponsor. En hier is Leo van Vliet. Vlak voor Paulina Rooijakkers. Die zometeen het start zijn mag geven. U weet, want naast de Volta Limburg Classic zal ook de Amstel Gold Race weer een hernieuwde vrouwenkoers invoeren. Nadat die traditie werd gestopt. Die kortstondige traditie in de Amstel Gold Race. Dit jaar dus weer opnieuw een vrouwenkoers. Ja, je ziet eigenlijk nog heel weinig mannenwedstrijden die geen vrouwenkoers meer hebben. Zeer terecht. Het vrouwenwielrennen heeft zich ongelooflijk ontwikkeld in de afgelopen jaren. Zeer professioneel geworden. Mede ook onder aanvoering van een ploeg als Boels Dolmans uit Limburg. Die daar een hele grote professionaliseringsslag hebben gemaakt. Met ploegleider Danny Stam en de Limburgse bedrijven zoals Dolmans en Boels. Om dat naar een hoger niveau te tillen. En natuurlijk heb je dan ook bij nog grote Nederlandse namen. Natuurlijk als Marianne Vos. Die weer succesvol is teruggekeerd op het hoogste niveau. Die dus vandaag niet van de partij is. Sabrina Stiltjens dus, gelukkig wel, na een driekwart jaar afwezigheid na knieproblemen. Een moeilijke periode meegemaakt, echt helemaal niet kunnen fietsen. En als je driekwart jaar niet fietst, dan zou het wel eens helemaal over kunnen zijn, maar niet bij de Meijelsen. En we zijn vertrokken met de dames in deze Volta Limburg Classic. Met Stiltjens dus in het midden op de eerste startrij. Met ook de blauwe tenuutjes dus van de dames van Maaslandster. En dus hier ook oranje tenuutjes van Boels Dolmans met Pavlovska en Canuel daar achterin. En ook Jip van der Bos. Dat zijn de drie dames die bij die ploeg horen. En hier kijken we mee vanaf de motor. Maar ook hier de neutralisatie dus voor dat vrouwenwielrennen. Voor de koers voor deze dames. Zij rijden ze lokale ronden, in totaal 7, 98 kilometer het parcours met iedere keer in die rondes de beklimmingen van de Gronsvelderberg. Met een gemiddeld stijgingspercentage van 3,5% en de beklimmingen richting Moerslag. En dat is een hellingspercentage van 5%, dat is alweer een stukje steviger. En zo wordt ook hier wel een kleine uitputtingsslag verwacht. Zeker, zoals gezegd, bij Britt Teunissen. Ze verwacht aanvankelijk daar een clubcompetitiewedstrijd. Dat is toch nog een niveautje verschil met het hoogste niveau bij Boels Dolmans. Het zou best snel uit elkaar getrokken kunnen worden, die vrouwenwedstrijd. Maurice Jessen, die zit op de motor, ook hier nu bij de dames. Maurice, wat zie jij? Ja, en inderdaad, wat me opvalt, zo straks reden we hier op datzelfde stukje achter de mannen. De vrouwen rijden veel gedisciplineerder, keurig netjes achter elkaar, niks dringen, niks duwen, niet over de stoep rijden, niet over de fietspaden, niet achter de auto's. En ja, sommige dames zelfs nog met een lange broek aan, dat is ook wat we zien. En wat we ook op het laatste zagen, is de, misschien wel ja, ook de outsider, de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer, die sloot als een van de allerlaatste aan in het peloton. Maar dan zie je dan toch weer een beetje de ervaring van zo'n rijder. Ze is nu bezig een beetje naar voren op te schuiven. We gaan even op de bus bij, die hier geparkeerd staat bij bushalte. En dan gaat dadelijk ook deze wedstrijd richting de officiële start naar kilometer 0. Dankjewel Maurice, dat is interessant. Erik Breukink, de dames die zich toch beter aan de regels houden dan de mannen. Discipline wordt hier al meteen genoemd. Ja, nou, het kan dus wel, maar goed, dat is misschien het aard van het beestje.
weet niet of het altijd zo gaat bij de dames, gedisciplineerd, maar bij de mannen is dat een beetje ingebeurd, hè? De kortste weg kiezen altijd. Ja, nog even over die verdere professionalisering. Je ziet het wel, de afgelopen jaren heeft dat een enorme vlucht genomen. De professionaliseringsslag bij het vrouwenwielrennen. Ja, en zeker. Kijk, wat belangrijk is dat het getoond wordt en dat de aandacht aankomt. En dan neemt een aantal sponsoren ook binnen het vrouwenwielrennen toe. Ja, we hebben natuurlijk een paar boegbeelden gehad in Nederland die dat heel hoog hebben neergezet. Leon Tien van Morsel in het verleden en de laatste jaren natuurlijk met Marianne Vos. En er zijn er zoveel meisjes gemotiveerd om te gaan fietsen. Ja, nu met nieuwe boegbeelden, Anna van der Breggen als Olympisch kampioen, Annemiek van Vleuten. Ze wisselen elkaar mooi af. En ja, we hebben altijd in de dameswielrennen toprensters gehad. Ja, absoluut. Dus dat neemt ook toe. Het is ook interessant voor sponsors vaak. Ook hier wordt het startsein gegeven voor sponsors. Als je kijkt naar Boels Dommans, toch de beste ploeg van de wereld. Die doen dat met een budget van 2 miljoen euro. En op het hoogste niveau bij de mannen kom je dan niet zo heel veel mee. En dat is ook soms dus heel erg slim voor sponsors. Zeker als je dan ook nog media-aandacht bij komt kijken. Dat je daarmee goed in beeld komt. We zijn dus ook vertrokken met de vrouwenkoers. Die gaan we ook vandaag volgen. Hoofdzaak ligt bij de mannen. Maar we gaan er zeker ook die vrouwen goed volgen die dus ook lokale rondes zullen rijden rondom IJsden. Het is die beklimming onder andere van de Grondvelderberg en de beklimming naar Moerslag. Finish van de vrouwen wordt verwacht zo omstreeks 3:20. Zullen u zeker van op de hoogte blijven stellen. En ook de motorverslag in Maurice Jesse zal geregeld bij de vrouwen een oogje in het zeil houden wat zich daar verder afspeelt. We hebben gezien dat de vrouw van Boels Dommans, die achterin dat peloton zijn gestart, zich nu meteen van voren laten zien om niet te veel te missen. Koersverloop is ook vaak wat anders bij de vrouwen. Kortere ritten natuurlijk, van 90 tot 100 kilometer. Maar ook vaak minder tactische ritten. Daar wordt ook echt vol gestreden. Vaak vanaf de eerste kilometer al gaat het er hard in. En dat maakt de vrouwenwedstrijden vaak bijzonder aantrekkelijk om naar te kijken. Het is iets waar het mannenwielrennen toch stiekem naar kijkt. Zouden we niet nog eens gewoon wat minder lange wedstrijden moeten organiseren? Die je dus eigenlijk van start tot finish zou kunnen laten zien. Gewoon 150 kilometer en rammen geblazen. Dat bij de vrouwen zie je dat dus al veel. Dat daar dus minder tactiek bij komt kijken. In zekere zin dat je de eerste 2 uur niet naar een wedstrijd zit te kijken waar nog weinig gebeurt. Waar iedereen eigenlijk blijft zitten tot de finale. Nee, daar begint de finale vaak toch al vanaf de start. En dat is interessant. Maurice Jesse achterop de motor. Achterin ook daar nog rust in dat peloton. Ja, het gaat rustig aan. We zijn de officiële start voorbij. Wat dan toch wel opvalt is dat een aantal renners achterin toch vrij hard moeten rijden. We zien bijvoorbeeld rechts achterin met het zwarte tenue, met het nummer 122, het meisje Carly McKay. En die moet toch al vol onder in de beugel, hoor. Die is al een paar keer dat hij een gaatje heeft moeten dichtrijden. En ook hier achteraan zien we het meisje rijden met het rugnummer 74. En we zien dus dat zij eigenlijk niet in dat peloton durft rijden. En dat is dan toch een beetje de ervaring, denk ik, van die renners. Maar zo verlies je natuurlijk heel veel kracht. En kracht die ze natuurlijk strakjes op het einde tekort komen. Maar voorlopig, ook van achteruit, is het nog een volledig gesloten formatie. Ja, dat is het, wel het niveauverschil dat zich in deze wedstrijd zal openbaren. Clubteams die hier strijden met dames van het allerhoogste niveau. Met de allerbesten in de wereld. Zoals bijvoorbeeld zo'n Caroline Canyon of Katarina Pavlovska. De dames is ook van de Maaslandster hier vertegenwoordigd. Met dus onder andere Kirsten Peton en Kylie Waterreus. Voorlopig nog zo'n gesloten peloton. Daarvoorin nog niemand van de vrouwen die daar de poging waagt om echt weg te komen. Dat zou ook het punt kunnen worden dat juist de dames in de clubcompetitie toch wat angst hebben voor de hardheid van deze wedstrijd. We zijn er net op, Britt Teunissen. Je verwacht eigenlijk bij inschrijving dat het een clubwedstrijd wordt. Dan wordt die wedstrijd toch stiekem wat groter, omdat ook Boels Dolmans vindt, wij als Limburgse ploeg moeten hier ook wat dames afvaardigen. Dan ga je misschien wat voorzichtiger die wedstrijd in, Erik, zou dat kunnen? Nou ja, goed, ga je in ieder geval wel
kijken naar wat die favorieten gaan doen. En daar ga je een beetje je koers op afstemmen dan. Dus dan zie je dat er hier wel tempo gereden wordt, maar niet echt gedemareerd wordt. Wat je bij de mannen zag, continu demarages om al een kopgroep te forceren, is hier flink tempo, maar verder gebeurt er nog niet veel. Ja, maar nu misschien dan toch daar het spel op de wagen, buitenom gereden door de dame van Sunweb. De vrouwentak dus van de ploeg van Tom Dumoulin. Dumoulin die vanaf volgende week begint aan zijn 3 weken hoogtestage in de voorbereiding op de Giro. Maar daarover zullen we straks veel meer gaan bespreken. Als we zo meteen samen met Raymond Kerkhoffs, Gert Jacobs en Erik Breukink het L1 Wielercafé gaan houden hier aan de finish in IJsden. En echt verder vooruit gaan blikken op de koersen van dit jaar. Zoals de Ronde van Vlaanderen van morgen. Zoals ook de Giro natuurlijk met Dumoulin de verwachtingen. De Tour met Poels die nog altijd niet helemaal fit is. Met andere koers die eraan zitten te komen. Maar zeker ook de vrouwen zullen daarin niet ontbreken. De vrouwen die dus onderweg zijn voor hun 98,5 kilometer in deze Volta Limburg Classic. Rianne Marcus daar op kop van het peloton. Die ook nog even zwaait om aan te geven. Hier is wel een seingever die middenberm nog even belicht. Maar pas wel op, want we willen hier geen ongelukken in de vroege start van deze wedstrijd. Achterin is dan toch stevig aanpoten. Dus even kijken daar bij Maurice Jessen, want er wordt toch al even stevig aan getrokken nu. Ja, inderdaad. En achteraan zie je dus dat er een heel klein beetje op de lint gaat. Vooral het meisje Carly McKay hier aan rechtsachter met het nummer 122. Die heeft nog een aantal keren goed in de beugel moeten gaan. Zo straks gingen we even over de autoweg. Dan loopt het een beetje op, het bergje op, het bruggetje. En dan zie je dus meteen dat ze een metertje of 5-6 moet toegeven. En nu zien we dat ze weer goed insluit. Natuurlijk wordt de voorin heel even geremd. En dat is natuurlijk een teken voor de dames achterin, voor die achterstand dan weer goed te maken. Maar ik vrees het voor Carly McKay. Dit zal geen lange Volta Limburg Classic voor haar gaan worden. Want we gaan nu richting de eerste beklimming. De eerste beklimming die de dames vandaag voor de kiezen krijgen. En dat is de Gronsvelderberg. Die gaan ze dadelijk, laten we zeggen, voor 600-700 meter voor de wielen krijgen. Ja, dat gaat het peloton dus doen. Met dus de eerste dames in de problemen. We gaan de koers natuurlijk vandaag de hele dag volgen. We gaan eruit voor de reclame. En komen zo meteen na de reclame terug. Dus met Gert Jacobs, Raymond Kerkhoffs en Erik Breukink. Met het L1 Wielercafé. Waarin we uitgebreid gaan vooruitblikken de komende half uur op het wielerseizoen. Met natuurlijk morgen ook daarin de Ronde van Vlaanderen. Graag, tot zo. Op 8 april gaat achter mij in première de fantastische muzikale voorstelling Pingpong. Het allernieuwste project van toneelgroep Maastricht in een schitterende regie van Servé Hermans. Ik mag samenspelen met niemand minder dan Henriette Tol, Suzanne Zegers, Michel Sluismans en Judith Pol. Het wordt een schitterend verhaal over liefde, over vergeten, over vergankelijkheid. En er wordt een heel erg fraai tapijt gelegd. Speciaal voor de voorstelling geschreven en live gespeeld door Rowan Hayes. Er is een roze loper vanaf 7:30. Dus 8 april, kijken allemaal. Ik ben er ongelooflijk trots op. En welkom terug bij de Volta Limburg Classic. Goedemiddag dames en heren bij de eerste mooie, grote, echte wielerwedstrijd in Nederland. We trappen het seizoen af dus met deze 44e editie van wat ooit de hel van het Mergeland was. Een echte hel was het niet. We hadden wat regen in de ochtend, wellicht nog een buitje straks. En dat kan nog voor spectaculaire taferelen zorgen hier op de Finnestraat en de Diepe Straat in IJsden. Want hier liggen een hele hoop kinderklopjes die wellicht nog glad zouden kunnen worden. En als we daar naar een sprint gaan, dan wordt dat nog een hoop spektakel. De dames en de heren die zijn onderweg. De heren nog zo'n kleine 90 kilometer. Bij de dames komen we langzaam
staan in de finale. We schakelen naar beide koersen. En ik wens u heel veel plezier met het commentaar van Erik Breukink en Sander Kleikers. Dit is de kopgroep van de dames. 9 rensters die een voorsprong inmiddels hebben opgebouwd van zo'n kleine 2 minuten. Met daar in het oranje Caroline Canuel, de Canadese van Boels Dolmans. Daarachter met het nummer 131 is dat Ilona Hoeksma. We zien ook Rianne Marcus hier voorin als voorlaatste renster meerijden in dat kopgroepje. Hier rijdt ze. Haar vriendje die rijdt nog altijd bij de mannen op dit moment mee. En dat is Jasper Okkeloen. Deze groep is van 9 mensen, 9 dames. Een voorsprong van zo'n 2 minuten. Maurice Jesse zit daar vlak achter. Inderdaad, wij zitten achter dat peloton dat net Oost-Maarland is uitgereden. Maar eigenlijk op dit moment dat tempo stil aan het vallen is. Ze hadden zo straks bij de ingang van die plaatselijke ronde een kleine minuut achterstand op die groep. Maar het tempo is echt helemaal stilgevallen. Achterin zien wij daar rechts met het nummer 11 de Limburgse deelnemster Paulina Rooy-Akkers. Nederlands kampioen en Europees kampioen strandrace zit in deze groep. En in het rood met het nummer 127, daar zien wij de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer. 2 gelouterde, geroutineerde rensters die in ieder geval dit peloton voorlopig niet op sleeptouw nemen. Nou, dat zou dan veel betekenen, dankjewel Maurice, voor deze dames. Die dus op dit moment die voorsprong dan verder kunnen gaan uitbouwen. Hier achterin Dani Christmas van de Jos Veron Lady Force. De Limburgse ploeg dus in dit geheel. Ik noemde net ook al de dame die daarvoor zit met het nummer 96. Nicole Steigenga. Zij rijdt voor de Swabo Ladies. De dame die nu het handje net omhoog trok, dat is Evie Kuipers van Jan van Arkel. Hier is dus die Nicolas Steiginga van de Swabo Ladies. Daarvoor met het nummer 7, Aafke Soet. Zij rijdt voor het Parkhotel Valkenburg team. Dus Limburgse ploeg ook, de Limburgse ploegen goed vertegenwoordigd. Hier is ze, Aafke Soet, die nog even vraagt aan Dani Christmas. Kom op, sluit eens even aan. Jij moet die gaten ook dicht blijven rijden, alleen bij samenwerking. Hier in IJsden gaat het goed komen met ons groepje. Verder dus in die kopgroep ook Liane Lippert. Jan Lippert is een Duitse, voormalig juniorenkampioene van Duitsland en ook Europees kampioene. En zij rijdt voor het team van Sunweb. Is ploeggenote van Sabrina Stiltjens, die in de kop van het peloton zit. En dus niet mee in deze groep van 9. Deze 9 dames, dus die ruime voorsprong van zo'n 2 minuten. We hoorden net al van Maurice Jesse op de motor dat er achterin geen echt aanstalte wordt gemaakt om deze dames op te jagen. En dus gaan deze dames redelijk makkelijk op weg naar de streep. Dat zou dan zo ongeveer moeten zijn rond de klok van 3:30. Nog zo'n 3 kwartier koers voor deze 9 dames. Dus die, laat ik zeggen, een 30 minuten geleden ongeveer een beslissende slag hebben geslagen. Weg konden komen uit het peloton. Na het blijven circuleren op die rondjes. En dat worden toch echt slopende rondjes als je iedere keer die klim langs de Gronsvelderberg en de klim naar Moerslag moet nemen. Zoals hier opnieuw het geval is. Dat gaat er op een gegeven moment wel inhakken. Daarom ook wel goed dat deze dame met nummer 67 daar nog altijd bij zit van Jan van Arkel. Links dan gaan we kijken naar de mannen. En de mannen die hebben van tevoren in het koersverloop van vandaag een grote kopgroep gekend van zo'n 17 mannen. Maar die 17 mannen die zijn stilaan opgepikt door het peloton. En laten we nu net op het moment van de hergroepering er live bij zijn. Hier gebeurt dat dus, de hergroepering van dat peloton. Waar overigens Etienne van Empel van Roompot niet meer van de partij is. Na een lelijke valpartij. Erik Breukink, ik heb het aan jou aan. Misschien ook nog bij die ploeg gehoord. Heb jij iets gehoord al hoe het met hem gaat? Nee, ik heb nog niet gehoord wat precies de verwondingen zijn. Dat is ook altijd maar even afwachten. Eerst maar eens even goed naar laten kijken wat voor consequenties zo'n val heeft. Maar hij is in ieder geval niet meer in de wedstrijd. Ja, dat is zonde voor de man van Roompot Oranje Peloton na een valpartij. En die gebeurde uiteindelijk zo rond de Gulpenerberg. Helaas, hij is niet meer van de partij. Hier dus de kop van de wedstrijd. Zoals gezegd dus met een compact peloton. Daar zit ook de man van BMC, de Australische kampioen. We hebben nog zo'n 83 kilometer te rijden op dit moment in de wedstrijd.
En hier zien we rechts bij de dames, bij als we bovenaan die Grondsvelderberg bovenkomen, dat steeds meer dames het ook echt moeilijk gaan krijgen. Ook in die kopgroep. We hadden daar dus 9 dames en we gaan er zo stilaan 2 moeten afschrijven, helaas voor hem. In ieder geval Evie Kuipers van Jan van Arkel in dat gele tenue. En ook de dame met het nummer 131 die we hier nu op de rug kijken, zullen we moeten afschrijven. Ilona Hoeksma, ook zij heeft dat tempo voorin niet kunnen volgen. Dus hebben we nog 7 dames over. Terwijl ook deze in de problemen komen. Danny Christmas dus in het roze van Jos Verom, cyclingteam. En ook Esther van Veen, ook zij van het Parkhotel Valkenburg ploeg. Is niet meer van de partij. Zij kan ook niet meer overnemen. Maar ze weet wel dat haar ploeggenote Aafke Soet voorin wel doorrijdt. Dus we hebben nog 5 dames daar voorop. Maurice Jessen in die dameskoers. Gaan beginnen. Ze vragen of er nu een reactie op komt. Wat zou het een ideale springplank natuurlijk zijn om dit peloton nu hier te verlaten en dan mogelijk nog de sprong naar voren te maken. Het is rustig, door breed over de weg uitgereden. We hebben de wegversmalling die door werkzaamheden is ontstaan, hebben we zojuist gehad. En dan krijgen we dadelijk nog hier even een versmalling. En dat zou het ideale puntje zijn om voorin misschien mogelijk gas te gaan geven als er in dit peloton nog dames zitten die de sprong willen gaan maken. Want dan moet je hem nu echt op dit moment gaan maken. We rijden nu het Grondsveld uit en we gaan beginnen aan de beklimming. Ja, terwijl de kopvrouwen, de kop van de wedstrijd, rechts dus bij de vrouwen wel gewoon doorrijdt. Dat zijn de 5 dames die dat tempo wel goed hebben gevonden. Het verschil dus tussen de 5 kopdames voorin. Met het peloton is nu zo'n 3 minuten ruim, is zojuist getimed. Links dus de wedstrijd van de mannen. En zo kun je meteen beide wedstrijden goed volgen. Bij de mannen dus, links hadden we een hergroepering. En zo komt er stilaan toch ook wat meer beweging bij die mannenwedstrijd. Opnieuw, nu met een groepje van zo'n, wat zal het zijn, 12, 13 heren daarin. Met onderin Joey Roskopf. Hij is de man namens BMC. Daar links met dat baardje. En achter hem namens Lotto Jumbo ziet u Jurgen van den Broek. Dat is natuurlijk de man die al eens op het podium stond van de Ronde van Frankrijk in 2010. Dat is alweer lang geleden. En terug naar Maurice Jessen en de vrouwenkoers, Maurice. Want daarvoorin is het op snelheid gekomen. Dat was in ieder geval voor in het peloton een uitvalspoging gewaagd. Ze moesten net nog om een caravan heen die hier stond, een toerist die de berg af was gekomen en geen tijd meer had om hier de houtbeschutting, om het zo maar te zeggen, te ontkomen. Maar daar zijn de dames heel goed en gedisciplineerd langs gekomen. Voorin gaat het harder. Er zijn dames die willen mogelijk nog die sprong gaan maken. Het is weliswaar een gat van 3 minuten. Het zou kunnen als je een hele goede groep gaat krijgen dat je daarin voorin. Beweging in het peloton. Het gaat op het lint op de beklimming van de Grondsvelderberg. Ja, en we zien daar voorin bij die 5 dames dat die elkaar echt goed gevonden hebben. En dat zij gewoon stevig doorrijden. Terug naar de mannen dus. Zij hebben een kleine splitsing kunnen maken. Dit groepje dus met onder andere Roskopf en Jurgen van den Broek. Met nog zo'n 80 kilometer te gaan. In de afdaling van het Merelintje daar en meer is dat 11 seconden. Dat is dus minimaal naar de hergroepering van zojuist. Van den Broek dus, Trapnik, Maurice wordt hier gegeven, Tussveld, Martijn Tussveld, Antoine Warnier, Lorenzo Rota, Eik Groen, die is goed in vorm, en Rob Ruig wordt gegeven. En dat moet ik dan nog even zien, Rafael Freienstein en Jonas Gregaert. Dat zijn de mannen die in dit groepje dus een kleine voorsprong opgebouwd hebben van zo'n 14 seconden ten opzichte van de groep die hier achteraan zit. Waar dus wel echt wordt gereden nu, 80 kilometer nog. Het is nog een end in deze Volta Limburg Classic. Het eerste deel is relatief rustig, voor zover je daarvan mag spreken, verlopen. Met dus wel die ene valpartij, een lelijke valpartij, met onder andere Etienne van Empel, die daarvan het groot slachtoffer is geworden. Links dus de kopgroep, maar het peloton bij de heren sluit goed aan. Rechts zien we een nieuwe aanvalspoging. Bergop, en dat is dan van Canuel. Die vindt dat het harder kan. En dan kan de Duitse,
De Duitse voormalig Europese kampioen bij de junioren, Lilian Lippert, die kan goed mee. De dames dus van Boels Dolmans en van Sunweb. Rianne Marcus hier dus achteraan. Julie van der Velde en we hebben Aafke Soet van Park Hotel. Dat zijn de dames die daar voorin rijden bij de vrouwen. Terug naar de mannen. En zo flippen we heen en weer in deze twee mooie wedstrijden. De vrouwen dus in volle finale en de heren proberen stilaan een splitsing te krijgen. Met de vrouwen, Kenuel. Grote motor, belangrijke pion in de ploeg van Boels Dolmans. Hier dus als individuele deelnemster. Boels Dolmans heeft 3 rensters afgevaardigd. Geldt ook voor team Sunweb. Want ook Pavlovska en Jip van der Bos zitten mee. Maar het is Lippert die dat gat dan probeert dicht te rijden. Kenuel is een echte ervaren tijdrijder. En zij kan wel een tijdje in de eentje tegen die wind en beuken. En ze is klein. Ideaal voor de luchtweerstand, Erik. Hoe kleiner hoe beter in dit geval. Ja, nou ja, goed, qua aerodynamica zeker. Maar je moet wel de power hebben natuurlijk om zo'n voorsprong uit te bouwen. De klim naar Bergenhuizen, daar zitten de mannen. Klim van zo'n 1200 meter met een hellingspercentage van 10%. Vooral in dat tweede deel. Als je bijna boven bent, dan gaat het echt pijn doen. Van den Broek, daar dus rechts in beeld. Jurgen van den Broek, die dat groepje mee begeleidt. Maar daarachter komt het peloton alweer aansluiten. Dus ook dit is niet een voorlopige nieuwe kopgroep. Het verschil was maximaal hier 12 seconden, maar is nu eens weer dichtgereden terwijl we bijna boven zijn op die klim. En daar gebeurt dat. En daar zien we ook de rest weer stilaan aansluiten. Hier zien we Kevin van Melsen met 31, die het tempo moet laten. Jarig vandaag. Zal niet als verjaardagscadeau hier de winst kunnen pakken. Het ziet er al wat moeizamer uit bij Wanti. Dus Kenny de Haas, de vooruitgeschoven man. Mits hij mee kan komen. Maar ook Jérôme Bonny. Die zou het werk wel hier aan kunnen in de Limburgse heuvels. Nu dus een klein gaatje geslagen. Verschillen, zoals zo vaak, worden niet echt op de klim gemaakt. De heuvels maar meteen boven. Waar anderen nog even net een kleine adempauze nodig hebben. En als je dan doortrekt, kun je verschillen wat meer maken. Is dat het verhaal, Erik? Ja, je ziet toch dat er van achter het peloton ook al veel renners in de problemen komen. De wind zal ook nog wel een beetje een rol spelen. Het is toch opvallend dat er geen echte kopgroep geweest is, de hele koers. Dus ik denk veel controle geweest. Dat er hard gereden is en het ligt helemaal open. Het is, ik denk, een hele mooie finale gaat dit zo worden. Het is Roskopf die daar doorrijdt namens BMC. We zullen niet dat deze mensen te snel wegkomen. BMC heeft er wel alle belang bij om de koers uit elkaar te trekken. Wat ze vooral niet willen is dat Groenewegen makkelijk meeglipt richting de finish. Want dan wordt het een moeilijk verhaal. BMC heeft vooral de mannen meegenomen die de koers hard moeten maken. En dan hebben ze nog een aantal goede afmakers met Hermans, met dus Vliegen. En eventueel in de sprint met Miles Scottson. Paul Martens zat er al ver van voren voor Lotto Jumbo. Hier achterin Koen Bouwman, de jongeling van Lotto Jumbo die al eens een keer tiende werd in deze Volta Limburg Classic. Dat was alweer een tijdje geleden, in 2014. Marco Cannola hier achteraan, de Italiaan van Nippo Vini Fantini. Ook hij mee in de eerste gelederen, net als vorig jaar.
Toen zat hij ook mee. Ook Timo Rozen, die zit daar vlak voor. De Brabander, die echt van dit werk houdt. Van de heuvels. Liefst ook wat kasseitjes erbij. Hij zou aanvankelijk de Ronde van Vlaanderen rijden. Maar kende een wat tegenvallende Parijs-Nice. Werd ziek. En werd toen na deze koers verplaatst. Maar heeft inmiddels zijn ritme weer gevonden. Het groepje dat hier kortstondig vooraan reed, wordt weer gepakt. Tratnik Muris en dus Tussveld. Nou, bij Roompot is dat de tactiek. Mocht je met z'n allen aankomen, dan heb je altijd nog Kreder achterhand. Is het proberen mee te springen met iedere vlucht? Nou, je moet in deze fase van de koers moet je in zo'n grote groep. En je ziet ook Lotte Jumbo goed vertegenwoordigd. Maar dan moet je met een paar man in de spits zijn. Anders moet je er achteraan rijden en dan moet je mannen opofferen. En dat wil je in deze fase niet. Roompot rijdt niet per se een grote groepsprint. En dat is ook heel lastig op dit parcours. Je moet aanvallend koersen, je moet heel actief zijn in de wedstrijd. En dan echt in die laatste fase van de finale kun je zien of je nog of iemand kan uitspelen. Maar als je nu niet vertegenwoordigd bent, dan moet je erachteraan. Dat is een beetje het spel van de kopgroepen van nu. Het is een vrij grote kopgroep. Vaak zie je dat dan lastig is om een goede samenwerking te krijgen. Maar als daar alle ploegen vertegenwoordigd zijn en het peloton valt wat stil, dat kan het zomaar een keer gedaan zijn. Het is de groep die een kleine afscheiding heeft gemaakt met Paul Martens dus. Klein verschilletje ten opzichte van het peloton met Roskopf en Martens. Rechts zien we dat Kenuel bij het binnenrijden van IJsden weer is teruggepakt door haar medevluchters. Met dus Julie van der Velde, met Lianne Lippert, Aafke Soet. Nicole Stijginga. Dat zijn de vijf vooraan. En Soet moet eraan trekken. Eventjes een klein gaatje gelaten. Maar dat wil je op dat moment niet laten lopen. Zij langs de sportvelden van VV IJsden. En daar is Kenuel. Terug naar de mannen. Waar dus weer die hergroepering plaats heeft gevonden. Nou, je ziet toch bij alle grote ploegen wel met een paar man in deze groep zitten. BMC met 2-3 man. Ja, en hier zien we al een lelijke open elleboog. Er zijn wel wat valpartijtjes geweest. Evil eentje waar Van Empel lag. En hier zien we dus in de herhaling die valpartij van Rens Tilner van Delta Cycling. De opvolger van De Rijken. Ja, het is weer aan het regenen. En dan net dat half natte wegdek, dat zorgt dan juist extra voor gladde wegen. Ja, niet al te lang, want dan is hij iets te lang in beeld. Maar ja, hij probeert natuurlijk nog terug te komen. Maar dat is met dit tempo lastig. Op weg richting Sleenaken. De kopgroep dus. Waarin wel nog naar elkaar wordt gekeken. Maar waarin inderdaad de man van Lotte Jumbo. Waarin van CCC. En van BMC. Goed vertegenwoordigd zijn. En ook Wanti zit daar goed bij. Toch de wat grotere ploegen. Hier in de afdaling. En als je naar rechts afdraait, dan gaan we richting Sleenaken, dan gaan we richting de Loorberg.
In stijl naar beneden. En dan gaat het hard. Oeh, la la la. Dat net achterom te kijken. Zacht gebeuren. Je ziet dan toch nog hoe makkelijk die daar nog even omheen stuurt. En niet eens een grote panische beweging maakt. Maar gewoon makkelijk draait en. Die toch zo'n motorrijder moet komen. Beseffen dat hij niet op de weg moet stil gaan staan. Kijk, die mannen van. Nog eens kijken naar dat moment. De motorrijder moet wachten. Wacht daar eigenlijk op de achtervolgende groep. En als je dan even niet goed oplet, dan. Wat is het de seingever trouwens? De man met de tijd. En het gaat dan maar net goed. Tja. Loopt ook goed af. Hier is Jérôme Bonny. Hou hem in de gaten vandaag. Namens Wanty. Toch nog een belangrijke klant. Lotto Jumbo vertegenwoordigt dus met Martens. Met Timo Rozen. Ik denk ook met Kampenaerts. Ja, en ik dacht ook Jurgen van den Broek te hebben gezien. Dat ze vier man hebben. Daar zit ook de nummer 5, Miles Scottson, de Australisch kampioen, met zijn handje omhoog. Dank daarvoor, Miles. Dan ben je extra duidelijk met die Australische trui. In januari dus versloeg hij in de sprint Simon Gerrans, de man van BMC. Scottson is pas 23 jaar. Nu is het interessant om te zien wie hier op kop rijdt, wie dus de slag gemist heeft. Peloton met de mannen dus op de Loorberg. De vrouwen rijden langs het kasteel door de Graaf de Gelooslaan. Met nog altijd 5. Die spannende finale. Die 5 zullen het onderling waarschijnlijk mogen gaan uitmaken. Daar lijkt het toch wel op. Of komt daar nog van achteruit nog reactie? Behoedzaam door die bocht. Om er in ieder geval voor te zorgen dat dat veilig gebeurt. Laatste ronde voor de dames. Met dus Rianne Marcus. Hier afgesoet van Park Hotel. Met dus Lian Lippert. Met Caroline Canuel. En die dames die hier komen lijken daar al te ver vanaf zitten. Lijkt een plooi te komen dus bij de vrouwen. Dat is wel geregeld. Daar zit dus Van den Broek ook. Dus Lotto Jumbo met 4 man in die eerste groep vertegenwoordigd. Zij hier op de Loorberg. De heren dus hebben een verschil van een kleine 40 seconden. Daar zit Rob Ruig. Met 181. Mee, makkelijk mee. Wordt er doorgereden, maar tempo niet al te hoog. Martijn Tusveld zat daar ook bij. Kreder? Drie man van Roompot, Van der Lijken, Tusveld en Jeroen Meijers. Je kan heel mooie vlootjes maken. Dus die zijn daar ook goed vertegenwoordigd. Dan hoef je in ieder geval achteraan niet te rijden. Oscar Riesebeek hier. Nog even bij Van Poppel. En toch voorin Kampenaerts, ja, Van den Broek. Otto Jumbo die deze ontsnapping willen doen slagen. Dus die pakken het initiatief. Hier zit Marco Canola. En daarvoor Sebastian Delfos. Jérôme Bonny. Daar zit ook Loïc Vliegen. Van BMC. Net op, vorig jaar 9e. Ook 9e in de Amstel Gold Race. CCC vertegenwoordigd met de Tratnik dus. En terug bij de kleine tijdrijder uit België. Kampenaerts overgenomen door Jurgen van den Broek. Bovenaan de Loorberg dus. Van den Broek trekt door, 40 seconden bijna ten opzichte van het peloton. In de laatste ronde, deze dames. Aafke Soet hier achteraan de raad. Aafke Soet, juist het ideale moment om er vandoor te gaan. Dan is het Lippert die reageert. Hier is Canuel.
En daarvoor Janne Marcus. Soet probeerde het. Lippert die het dan dichtrijdt. Wanneer is het moment daar dan misschien van Canyon? Rechterkant van de weg. Doortrekken, denkt de Canadese. En ze lijkt ook weg. Heeft een klein gaatje. Opnieuw moet Lippert het doen. Die laat heel veel werk. Gaat opnieuw dicht. Terug naar Maurice Jesse die daar vlakbij zit. Ja, ik hoor hem niet. Maurice Jesse, komen we zo bij hem terug. Opnieuw kijken ze naar elkaar. De vijf dames in deze wedstrijd die overblijven. Stijginga links, dan Rianne Marcus. Daar rechts dus Aafke Soet. Links kan je wel. Voorin namens Sunweb, Lianne Lippert. Lippert die omkijkt en ziet nog altijd dat Soet daar rustig zit te kijken. Canyon daarachter. Hoe leep is de Canadese? Rianne Marcus in vierde positie. Vijf dus. Nicole Stijginga van de Zwaboledic. Dat zijn de vijf die moeten gaan uitmaken in Oost-Maland. Wacht op de volgende. Schijnbeweging hier. Van Stijginga. En nu is het nou gaan kijken. Ze weten wel dat de ruimte er ook is om naar elkaar te kijken. Het verschil ten opzichte van het peloton is bijzonder groot geworden. Er zijn nog wel wat gelosten uit deze groep. En daar gaat de volgende aanval. Zwaar gereden door Stijginga. Heel zwaar voorzet. Als het vliegwiel helemaal op stoom komt, kost wel wat tijd. Het is Canyon die volgt en Lippert erachter. Marcus hier. Die kijkt het aan. Blijft daar zitten waar ze zit. Nog een keer een inspanning door de aanvalster Stijginga. En weer Canyon. Het is een mooi spel hier wat hier zich afspeelt, Erik. Laatste kilometers. Ja. Ja, je ziet toch niet dat er iemand echt een gat kan slaan. Er wordt snel gereageerd. Benieuwd wie daar de snelste van die groep is. Stijginga, Canyon, Lippert, Soet en Rianne Marcus. We draaien weer naar links. Je ziet de vlag hangt vrij slap, dus van wind. Geen sprake. En die paar druppels, daar zijn ze inmiddels aan gewend. Heel glad is het ook weer niet op die kasseitjes als we straks nog een keer links opdraaien in de diepe straat in IJsden. Weer naar elkaar kijken. Wie durft het op een sprint te laten aankomen? Canyon Will is die ervaren hardrijdster. Zou zomaar in de laatste kilometer weg kunnen springen om dat tempo hoog te houden. Maar heb je nog genoeg over na 97 kilometer? Ja, na deze spanning die ze net heeft gedaan. Dat was toch een serieuze poging. Zo lang volhouden. Weer even herstellen. Aha, daar komt nog een achterblijfster die in één keer kan aansluiten. Dat kost natuurlijk ook wel heel veel kracht. Maar ook zij sluit weer aan. Esther van Veen, ook van Parkhotel Valkenburg. Dat betekent dat zij nu twee hebben. Erop en erover. Pourquoi pas? Daar gaat ze. Esther van Veen. Daar moet Marcus mee. Natuurlijk blijft Aafke Soet zitten. En daar is nu Canyon die achter Marcus aangaat. Goed hoor, van die Parkhotel Valkenburg ploeg om met twee te gaan. Want daar kan de volgende dan gaan. Nee, schijnbeweging. Toch maar niet. Esther van Veen op kop. Marcus erachter. In het oranje Canyon, in het wit Lippert. Daarnaast Aafke Soet. En in laatste positie, nu net buiten beeld, Stijginga. Laatste keer met een aanval daar opnieuw nu van Veen. Bij de heren links blijft het nog redelijk compact daar met die aanvallende groep. Rechts dus de aanval van Aafke Soet. Ah, nu gaat ze er vanaf. Van Veen, we zijn weer met vijf. Hier Canyon. Daar Marcus. Dan Lippert. Dan Soet. En ze is nu heel even weg. Nicole Stijginga.
van de Swabo Ladies. Gaat zij nu in IJsden het af kunnen maken? Lippert die het weer dicht gaat rijden. Oeh, het is spannend. Dat laatste gaatje. Die laatste meters. De meest pijnlijke meters om dicht te rijden. Lippert die het ook niet heeft. Durft Canyonwell het daarop te laten gaan? Of gaat ze hem zelf dichtrijden? Hier zit de Canadese. Lijkt op een sterk staaltje hoor van Nicole Stijginga. Nu gaat ze kijken. Nee, daar gaat de Canadese. Natuurlijk durft ze niet te laten gaan. Het is te ver gaat ze. Lippert lijkt op te zijn. Soet zet nog één keer aan. Rianne Marcus ook. Kijk, Canyonwell daar even naartoe rijden. En dan zou ik niks verbazen als ze meteen doorgaat. Want er is een inspanning geleverd door de Stijginga. Daar gaat Caroline Canyonwell. Uit de ploeg van Danny Stam van Boels Dolmans. Canyonwell is op de kasseien. Rijdt zo dadelijk linksaf. Is een ervaren tijdrijder. En wat kan haar dan nog gebeuren? Valt ze nog stil of niet? Rianne Marcus in een ultieme poging en nog achteraan. Stijginga is gezien. Heeft alles gegeven, gegokt, maar ook verloren. 250 meter nog voor Canyonwell. Linksaf gaat hard. Blijf overeind zitten. Dat is de enige opdracht. Ja, doet ze. Caroline Canyonwell gaat hier deze Volta Limburg Classic voor de eerste editie winnen. Daar lijkt het toch op. Lippert, komt ze nog kort of niet? Rianne Marcus met de groen-zwarte tenue op plek 2. Caroline Canyonwell van Boels Dolmans wint deze eerste Volta Limburg Classic voor vrouwen. Prachtige plek. Voor de Canadese. 2 is Rianne Marcus. 3 is Lianne Lippert. Pardon. Canyonwell die lang wachtte op de tegenaanval. En toen zei nee, nu ga ik het pakken. En dan moet je nog 1,5 kilometer door rammen. En dat kan zij als geen ander. Dus ze weet wat afzien is als je 3 keer wereldkampioen ploegentijdrit bent. Dan moet je lang afzien. Mooie tegenstoot. En een mooie zege voor Boels Dolmans. Je zou bijna zeggen adel verplicht hier in dit veld. Maar toch, doe het maar. In de regen wint de Canadese Canyonwell voor Marcus, voor Lippert. Dan zoeken we naar de Canadese. En daar is ze. Met de felicitaties. En natuurlijk zijn ze daar blij mee. Goeie zegen voor de Canadese. Ja, heel indrukwekkend afgemaakt. Ze leek al een van de sterkste in die kopgroep. Maar als je dan op die manier countert de aanval en dan erop en erover. Chapeau. Intussen gaan we terug naar de mannen. Op weg naar de klim in Heienraad. Ja, dat is nog altijd die omvangrijke kopgroep van mannen 25. Daar is nooit een goede samenwerking als je met 25 man bent. Je ziet ook. Het is een lekker lopende klim, maar het wegdek is daar niet zo best. Hier achterin heeft het, ondanks dat het lekker loopt, toch wat slachtoffers. Miles Scottson hier, natuurlijk is dat een hele rappe man, een sprinter. Daar komt hij toch in de problemen, zeker als het tempo zo hoog ligt. Daarvoorin wordt er toch doorgereden. De tweede positie is het Nick van der Leijken, de man van BMC. Dat is vliegen, hè? Loïc Vliegen. Bonny denkt daarachter. Paul Martens. Die nu doortrekt. De man van Wanti. We zijn boven in Teuven. Met nog 63 kilometer te gaan. Maar altijd als we net boven zijn, doortrekken. Het verschil maken. Ja.
Het is de fase in de wedstrijd waar het eigenlijk op en af gaat. En als lid van die kopgroep weinig rust meer krijgt. We gaan naar beneden. Richting Sippenaken. En gaan zo dadelijk naar de Kamerig. Martens dus in tweede positie achter Bonny. Van der Leijken vliegen dus. Ja, alle sterke blokken vertegenwoordigd hier. Ja. BMC, Lotto Jumbo. Iets meer van CCC is dat Paterski. Dus snakken naar adem op een heel zwaar verzet. Doortrekken. Rob Ruig mee. De achtervolgende groep dus hier. Even gebruik maken van het zog van de motor. Roskopf. Martens dus. Ja, dus koers hard maken. Kijk, Martens kan ook rap aankomen. Dat is een gok op twee momenten. Mocht de groep met groene wegen nog terugkomen, dan is dat een goed scenario voor Lotto Jumbo. Zo niet, dan is Martens wel een man op wie je ook wel kunt bouwen. Hoe belangrijk is parcourskennis tussen smalle wegen, Erik? Nou, dat is wel heel belangrijk. Ik denk dat deze Nederlandse ploegen al deze wegen wel kennen. Ook vaak gereden al hier natuurlijk. Dus dan, zeker als het nu nog wat nat wordt, is het wel lekker als je goed de weg kent. Maar wat ik opvallend vind is dat het toch helemaal in brokken ligt, overal. Het is nergens meer echt een grote groep, geen peloton te bekennen. Kopgroep uiteengeslagen. Dus het moet een harde koers geweest zijn al in dat eerste gedeelte. Daar gaan we. 60 kilometer nog. Op weg dus naar de volgende beklimming. Zometeen gaan we naar de Kamerig. Met een gemiddeld hellingspercentage van 8%. Het groepje heeft een klein gaatje op 3 achtervolgers. Dan weer een groepje met daar een man of 10, 15. Het peloton van wat daarvan over is, zit daar dan ook niet heel ver achter. De achtervolgers. Met dus de man van Want, die hier zit, Bonny. En hier het restant. Het is dan toch een stukken geslagen. Met de bouwman van Lotto Jumbo hier. Farazijn, die nog eens in zijn zakje grijpt. Maxime, de zoon van Peter Farazijn, oud wielrenner. Dan worden de benen even stilgehouden. Dus voorin door. Op weg naar Kamerig. En dat groepje met dus Ruig gaat zo meteen aansluiten. Het wordt een wat grotere groep. Bonny daar in het wiel bij Timo Rozen.
met Del Vos, die hier even laat lopen. Het is in ieder geval echt absoluut windstil bovenop de plateaus. Terug naar de kop. Het is goed dat de Volta Limburg Classic weer gekozen heeft om ook dit deel van Limburg aan te doen. Vroeger ging het veel door de voerstreek. Terwijl Del Vos hier laat lopen. En nu dus ook weer terug in het Krijtland. Hier met de beklimming zometeen van de Kamerig en straks de Gruppenberg. Rozen daar in het wiel bij Roskopf. Nou, die hebben zich dan toch laten verrassen. Op een gaatje. Een kopgroep van 25 is altijd moeilijk. Weinig samenwerking. Blijven ze continu springen. Ja, daar zit Bonny dus. Daar zit Vliegen. En hier de mannen die daar net vooraan zitten. De leider in de wedstrijd. Daar is hij weer. Marco Cannola, vorig jaar ook. Dus die heeft dan wel wat vertrouwen en goede herinneringen aan afgelopen jaar. Martens dus mee. Vliegen dus. De man van BMC daar links. Daar zit de Bonny rechts achterin. En hier terug naar Cannola. Jeroen Meijers zit mee namens Roompot. Ja, nog altijd drie man daar. Tussveld vooraan, Van der Lijken en Meijers. Dat is goed in deze groep. Dat is de beste vertegenwoordiging daarvoor. Nou moet je elke keer zorgen dat je mee bent. Als er iets wegrijdt, dan kun je met veel man meezitten. Maar als je dan één keer de slag mist, dan moet je je man opofferen. Deze man dus van Nippo Vini Fantini, Marco Cannola, vorig jaar ook mee in de aanval. Nu doet hij het weer. Dit is de groep daarachteraan. Met dus onder andere Bouwman. Met dus ook Jurgen van den Broek. Moet toch wel een behoorlijk verschil zijn nu. Ja, ze zitten onderaan de klimmen en de anderen zijn al op driekwart. Die zijn al voorbij de steile knik. Hier. Volgens mij was Gazprom aan het achtervolgen, de blauwe mannen. Ik zag er één gelost worden. Die hebben dus volledig de slag gemist. Als je 25 man ziet wegrijden en geen één man van jouw ploeg daarbij, dan heb je een probleem. Deze heeft een soepel treetje. Ja, gaat makkelijk omhoog. Ja, invullen. Ja. Is het te wachten wanneer komen ze nou eens in mijn wiel zitten? Er komt Tussveld, Van der Lijken. En de man van Wanti? Ja, Xander Muris. Die is al de hele finale, zoals wij daarvan kunnen spreken, vanaf kilometer 80 ongeveer, tot nu. Mee voorin, attent. Van der Lijken dus nu hier voorop, in tweede positie uiteindelijk van de wedstrijd. Daarachter dus Tussveld en Muris. Een achtervolging op de koploper links in beeld Marco Cannola. Bijna boven, althans het eerste deel van de Kamerig. En we gaan binnendoor. Langs Buitenlust. Mooie plek met een geweldig uitzicht over het Limburgs Heuvelland. Door het bos richting Veilen. Afdalen richting Gulpen voor de Gulpenberg. Bekend terrein voor iedere fietser. Van der Lijken. Een goede doen. Vorige week dus sterk gereden in Catalonië. Tussveld. En die Muris. Hoog tempo. Maar die Cannola, die is er nog niet gepakt.
Van der Leijken komt uit de Rabo-opleidingsploeg. Vorig jaar, 2 jaar geleden bij jullie opgepikt. Begint die ontwikkeling goed door te zetten nu? Ja, je ziet wel dat hij het hogere niveau al wat makkelijker aan kan dan de jonge gasten. Hij heeft het al wat meer meegemaakt. En is de afgelopen periode goed aan het rijden. Hij heeft een trainingstage gedaan in Sierra Nevada. Catalonië gereden en daar gewoon goed vandaan gekomen. Ja, dan moet je deze heuvels makkelijk aankunnen. Dus de groep achtervolgers, met onder andere ook Floris Gerts, de man met nummer 1 hier in deze groep. Daar Van den Broek. En hier zijn de mannen die daar echt op het tandvlees nog bij kunnen aanhaken. Hoe lang nog? Zij zijn hier bijna echt boven. Dit is het laatste deel, laten we zeggen, vals plat. Tot je echt op het plateau van Veilen zit. Vlakbij het hijgend hert. En dan zou je rechtsaf moeten slaan en deze heren gaan rechtdoor op weg naar Veilen. In de afdaling zometeen. Canola. Van der Leijken, Tussveldtus en Meurice. Hierachter zal reactie moeten komen van iemand van BMC. Wat de Jumbo. Eens kijken wat er overblijft zo straks van die kopgroep van 25. Canola zit al heel lang om te kijken van jongens, wanneer komen ze nou? Nou, daar komen ze eindelijk. Tussveld gaat aansluiten. We zijn met 4. ...54 kilometer nog. Gazprom moet dus rijden met Yevgeny Shalunov. Met Kampenaerts daar dan achteraan. En met Kilian Franchini is de man van BMC, de jonge Zwitser. 23 jaar. Ook hij reed afgelopen week in de Ronde van Catalonië. Verschil, wat zal het zijn? Niet zo heel erg veel. Misschien een seconde of 25, 30. Maar daartussen zitten natuurlijk nog allemaal overblijfselen van de oorspronkelijke kopgroep. Daar is de kerk van Veilen. Dan komen we nog langs. Hier gaan we de afdaling in. We noemen het ook wel de achterkant van de Kamerig. En links ligt de Gulperberg al in de verte te wachten op dit viertal. Volgende beklimming in de wedstrijd. Steile kant. Smalle kant. Ja, dat is toch nog een eindje. Zij zitten nog altijd op dat vals platte deel. Langzaam in de afdaling. Ja, maar één man die achtervolgt. Hè. Dus het is niet echt een ploeg die dit heeft in handen neemt. Nee, Lotto Jumbo zou mee mogen rijden. En BMC natuurlijk ook. Maar ja, die hebben de mannen daar nog voor zitten. Dus daar gokken ze nog op. Ja, zit hij nog iets tussen? Of zijn ze opgeslokt door deze groep? Nou, dan zouden ze wel in één keer een heel groot gat hebben, die vier. Zij zitten in de afdaling. En gaan we zo meteen weer omhoog. Die Canola, die denkt iedere keer, jongens, wat is dit? Alweer ruimte. Hij is beneden. En dan gaat het even heel kort. Zo'n kuitenbijtertje, buitenblad. Opschakelen, snel boven. Dan ben je er weer heel snel. Om linksaf te slaan vanuit Veilen richting Hilleshagen. Naar partij, naar de start van de klim de Gulperberg. Van der Leijken, Tussveld, Meurice en Canola. Daar zijn we. Bovenaan de kerk bij Veilen. En de achtervolgende groep, want ik denk toch echt dat het de achtervolgende groep is, Erik. Het peloton zit dus nu pas aan het begin van die afdaling.
dan is het verschil inderdaad al snel opgelopen tot, het zal zeker een minuut zijn. Anderhalf minuut misschien wel. Of komt er nog wat achter? Ja, dan ga je op een gegeven moment krijgen, als die daartussenin allemaal terug worden gepakt, dat ook BMC en Lotto Jumbo moeten gaan rijden. Nou, dit is toch wat drie, dus er zit toch nog iets tussen. 1 minuut en 5, het verschil ten opzichte van deze grote groep, het peloton. En die volle afdaling, is ook voor de motaar, alle hens aan dek. Het gaat hier hard. En ook zij nu beneden, op weg naar het kleine, steile, korte klimmetje naar de kerk in Veilen. En zij zitten al in de afdaling richting Hilleshagen. Xavier Meurice. Canola, Tussveld en Van der Lijken. Nou, dat is toch goed en attent gereden, hè, van die mannen van Robot. Ja, zeker. Het verbaast me een beetje dat BMC en Lotte Jumbo, die zaten daar ook goed vertegenwoordigd bij die 25 man. Hier geen man bij hebben zitten. Nu zit je hier met 4 man en het is nog ver. Ja, het gebeurt allemaal onderaan de voet van de Kamerrug. En deze groep dus ook nu in die afdaling. Ja, ze laten alleen die van Gazprom op kop rijden. Nog steeds geen echt samenwerking in het peloton. Het bergdorpje Veilen verlaten we en we gaan op weg naar de bocht en partij om links omhoog naar de Gulperberg te rijden. En het boven toch echt een stuk stijlstuk is met zijn 10%. 1 minuut en 40 nu al de achterstand van deze grote groep. Dan zitten inderdaad nog wat restanten, met alle respect gezegd, achter op 20 seconden. Ja, nou goed, dat is allemaal nog speelbaar dus. Hè? Dus dat die groep daarachter. 1,40 is al een groot gat. Dan gaat het steeds sneller. Dan moet je wel een behoorlijke ploeg hebben om dat te gaan dichten. In ieder geval die eenling die het nu doet, dat gaat niet werken zo. Volgens de GPS wordt het meer en meer. Zij zijn bijna beneden bij dat kruispunt. Die soort mini-rotonde om linksaf te slaan in de partij naar de Gulperberg. Meurice, Tussveld, Van der Lijken en Marco Canola. En die achtervolgers worden gegeven op 35 seconden. 50 kilometer nog. Ja, niemand die het overneemt. Hij mag het blijven doen, dus eentje. De man van Gazprom, Yevgeny Shalunov. Wat gaan we nog krijgen? De Gulperberg dus zometeen. En dan gaan we richting het Waalse gebied weer met de Rue de Varn en de beklimming van de plank. En vervolgens gaan we dan de finale in met achterinvolgens veel beklimmingen zoals de Gütersteenweg, het Merenlintje, de Hoesberg, de Kallenberg en Moerslag. Om dan de finish te passeren voor de laatste ronde. De beklimmingen volgen elkaar snel op in deze finale. En die groep die op 1,43 zit, ja, dat is dan toch al een fors verschil. Tussveld, Canola, Van der Lijken en Meurice.
Ja, inderdaad. Lotte Jumbo toch moeten rijden. We hebben gehoord natuurlijk dat ze daarvoor in de slag gemist hebben. En hier worden nog mannen opgeraapt die dat ook verloren hebben in die beklimming van de Kamerig. Die tempo niet konden volgen. Dus in dit geval Delfos. Dus het gas erop bij de mannen van Rijn Zeeman. De ploegleider en de wagen bij Lotte Jumbo. Neem ik aan dat Groenewegen hier in die groep zit. Ja, ik heb nog niet gezien het rood en blauw. Maar in eerste instantie dachten ze, ja, we zitten in de zetel. Met vier man mee. En zo zie je, als je eenmaal het initiatief kwijtraakt, dan moet je in de achtervolging. Dus Victor Kampenaerts opnieuw daarvoor in dit groepje. En Bouwman moet mee. En dan neemt hij rust weer over. Keizer daar ook bij. En de kopgroep zal zo aanstonds aan de Groepenberg beginnen. Beneden in partij. Daar zitten ze. Met Van der Lijken. Tussveld dus, Canola en Murries. Het viertal die op de vorige beklimming eigenlijk even doorgingen. Met vooral de Italiaan Canola in beste vorm. Gemiddeld stijgingspercentage dus 13%. Bovenin wordt het echt heel steil. Doet altijd pijn. Dat is een prachtig beeld vanuit de helikopter. Met mooi zicht over dat Limburgse heuvelland, Groepenwittem. Klim, kilometer lang. En misschien kunnen we nu vanuit de heli ook wel zien wat er nog achteraan zit te komen. De verschillen zouden zo'n 30 seconden zijn, 25, 30 seconden op die beklimming van de Groepenberg. Een magnifiek beeld. Daar zitten de vier, bijna boven. Daar zie ik de eerste motoren van de politie komen. Dan moet daarachter stilaan een renner komen. Boven beeld, rechts boven beeld, zie je dat grote peloton dat nu langs de eerste huizen om aan de voet van de Groepenberg gaan starten. Dan zie ik een man van CCC in ieder geval zitten. Daar is dat groepje dus. Dus kijk wie er allemaal in zit. Dan zou er nog Rob Ruig zitten. Die zit daar in dat groepje heen en weer. Swingt hij dansend op de pedalen. Nu aan kop van dat groepje. Eerst een man van CCC. Dan dus iemand van Veran Classic. En daarachter Ruig. Ja, in de verte zie je het peloton komen. Hè? Ja, maar het, was toch, ja, het is toch een fors verschil. Hè? Met verschil ten opzichte van de kopgroep althans. Langs het monument voor Jean Nelissen. Dat ziet u links onder de bomen. Dat is toch een flinke groep. Ja, de man van CCC die de sprong probeert te maken. De oversteken naar de kopgroep toe. Daar zit Groenewegen tussen het peloton. Die wordt naar voren gepiloteerd dus door Bouwman, Keizer en Kampenaerts. En het groepje Rob Ruig, laten we het zo noemen, is nu ook boven. En daar moet het peloton nu dus komen. Bovenaan de Gulpenberg. En dit is op het plateau van Gulpen. Het viertal Murries, Tussveld, Van der Lijken en Canola. De vier koplopers. Lopen nog altijd uit, hè, ten opzichte van het peloton. Maar die samenwerking is heel goed. Natuurlijk die twee ploegmaten van Roompot, dat is geen probleem. Maar die andere twee die werken even zo hard mee. En dat is ook wel nodig als je maar met vier bent en nog 45 kilometer moet.
Ja, dit is bovenaan de Gropenberg, dus de achtervolgers. Dit zal de tweede groep dus zijn, de achtervolgende groep op dat leidende viertal. Boven dus op het plateau van Gulpen. Langs de camping, nu nog rustig. In de zomer, zometeen is het mooi weer, is een stukje drukker. Hier midden in het heuvelland, rechts de afdaling of klim, zo gezegd van de koning van Spanje. Wij gaan rechtdoor richting Teuven. Nou, we gaan ook een beetje te regenen erbij. Er speelt altijd wel de vluchters in het voordeel. Als het een beetje chaotischer wordt, dan wordt die achtervolging wordt moeilijker. Dit is de achtervolgende groep dus met Vliegje, met Roskopf, met Timo Rozen. Dus Lotto Jumbo dus vertegenwoordigd. Met Martens. Die zitten niet zo ver, hè? Dus, die zit op 16 seconden. Ja. Dus twee mannen van Lotto Jumbo met twee mannen van BMC, twee van Veran Classic, een man van Bardiani en ook Rob Raag met zijn hand even in zijn tasje. Doorrijden, zegt Martens, doorrijden. Het gat moet nog dicht. Roskopf mee, Vliegje dus, de mannen van BMC. Dit is de derde groep dan. Het groepje dus achter die achtervolgende groep. Met drie. En daarachter komt dan het peloton met dus de mannen van Lotto Jumbo. Want als peloton, grotere groep, met onder andere Dylan Groenewegen. Dus voor Lotto Jumbo alles aan gelegen dus. Om behalve Martens en Rozen daar voorin mee te laten draaien. Groenewegen ook nog in een kansrijke positie te brengen. Mocht het voorin dan toch misgaan. Hier is dus dat derde groepje en daarachter zit ook, u ziet hem in beeld, onze motaar en verslaggever Maurice Jessen. En we zitten achter dat derde groepje wat er rijdt, wat de beklimming op de Gulpenberg heeft gehad. Waar onder andere ook van BMC, de winnaar van vorig jaar, bij zit met het trotse nummer 1, zien we hem daar rijden. Floris Gerst, hij wil natuurlijk laten zien dat het vorig jaar geen toevalstreffer was en hij heeft de aanval gekozen. Hij heeft voorlopig nog niet de steun van de twee man die op dit moment achter hem rijden. Hij kijkt wel voor over te nemen en nu wordt er gelukkig overgenomen. Dus Gerst in de achtervolging. Nou, Floris Gerst laat zich gewoon zien. Is ook voor hem belangrijk om mee te laten zien met nummer 1. Achtervolging op deze groep. Hè? Hij is uit het peloton weggereden, dus het is een beetje een achtervolging waar je van denkt van ja, waar ga je heen? De peloton zat vlak achter hem. Je moet eerst een sprong naar hier maken. Maar dan rijden twee ploegmaten van hem op kop. Toch een beetje vreemde actie vanuit het peloton. Gerst denkt, ik heb het hele jaar erop afgestemd. Het is wel goed. Of werkt dat zo niet, meneer de ploegleider? Maar misschien heeft hij gezien dat de achtervolging in het peloton ook niet echt geweldig is. Dat blijkt alweer. Ja, dat is nu op 1.50. Dat ligt een beetje stil daar. Dus moet hij een minuut overbruggen naar die tweede groep. Ja. Want die zitten niet op 19, maar op 54 seconden. Deze groep. Vliegen, Roskopf, dat zijn de mannen van BMC. Dus we zien Paul Martens daarachter. En in dat geel-blauw ook Rob Ruig. Hij is al een paar keer genoemd. Dat is goed om te zien. Dat Ruig heeft ook aangegeven dat hij goed is. Dat hebben we ook gezien in de driedaagse de pannen deze week. Waarin hij alle dagen mee in de aanval ging. En achterin het groepje zien we
de geloste Jurgen van den Broek, die op het plateau van Gulpen het tempo niet meer kan volgen. Ja. Dat zullen ze bij Lotto Jumbo niet heel graag zien. Van den Broek heeft natuurlijk een wat moeizame opstart gehad van het jaar. Ging naar Tirreno, viel en was geblesseerd. Moet het nu weer op zien te pikken. Is gehaald ook om in de bergen Kruiswijk bij te staan. Dan zou je mogen verwachten dat de Limburgse heuvels niet al te veel problemen kosten. Van den Broek is nog niet top. Dat is op zijn zachtst gezegd duidelijk. Ja. Nou, wat de heren al gezegd hadden, die slecht aan het seizoen begonnen. En dan als je dan nog wat tegenslag krijgt, ja, dan kom je in een moeilijk pakket. Vliegen, Roskopf en Martens. Paul Martens ziet er goed uit, die wil nog wel, natuurlijk. 42 kilometer nog. Die zit ook in een goede positie, je moet wel blijven doorrijden. Want dat groepje vooraan, dat rijdt ook stilletjes weg. Dat draait, zoals jij al terecht zei, gewoon goed rond samen. Ja, Daarachter lijkt wel beter tot stand, omdat er veel ploegen zijn die nu de slag gemist hebben. Je zag drie ploegmaten, eentje van Wanti, eentje van de Italiaanse ploeg en van Rompot. Die ook in die tweede ploeg een mannetje hebben. Die rijden niet mee en de rest draait behoorlijk mee. We zien dat hier aan de rechterkant. Nou, rechts ligt hier de Loorberg. Die laten ze nou liggen. Zij rijden rechtdoor om weer richting Teuven te gaan. De afdaling in van de beklimming die ze net hebben gehad. De beklimming naar Heijenraad. Dus het mooie lusje is gereden. Leuk klimrondje ook. Hier iets wat wind van de zijkant. Maar het mag eigenlijk vandaag niet heel veel naam hebben. De wind heeft niet een zwaar vrij spel. Er is niet veel wind. Martens dus hier. Namens Lotto Jumbo. Met Roskopf. Vandaar zit Rob Ruig. Ik ben heel benieuwd hoe lang Rob Ruig meegaat. Vind ik het wel mooi dat hij toch weer mee is en erbij is. Laat zich weer zien. Het peloton verliest nu meer terrein. Meer dan 2 minuten. Het heeft er al een schijn van dat het tussen deze twee groepen gaat. De kopgroep van 4 en deze achtervolgende groep. 52 seconden. Het verschil met de groep Ruig. Dat is van de 4 koplopers. En dit is de groep Ruig. Met de man uit Sibbe voorop. En toch alweer jaren in België woont. Ooit in dienst van vakantieleider nummer 20 van de Ronde van Frankrijk. Wat moeilijkere jaren gehad. Met wat kleinere ploegen. Niet altijd een ideaal programma kunnen rijden. Dit jaar dus nieuw bij Tartelet Isorex. Die ploeg waarbij dus ook Johan Museeuw de adviseur is. Waarbij Rob de absolute kopman is. En beschermt. Wel, ja, een wedstrijd als deze weet je toch dat je in de finale op dat niveau het alleen moet doen. Maar Rob belooft dat en is mee. Dat is goed om te zien. 40 kilometer nog. Hier achterin het denkpeloton met de man van Metek en Koen Bouwman daarvoor. Een peloton dat echt zwaar ingeleverd heeft ten opzichte van de kopgroepen sowieso. En ook ten opzichte van deze groep. Kopgroep dus, dan op een kleine minuut het groepje Ruig. Dan daar ruim een minuut achter het peloton. Maurice Jessen in koers. En we zitten achter het groepje met Rob Ruig, waar we zien dat Antoine Warnier van zijn ploegleider extra aanwijzing aan het krijgen is hoe er gekoerst moet worden. Op een bepaald moment het lijkt even of het iets even met elkaar wat te bespreken hebben. Ze zijn toch al zo'n, ja, laat ik zeggen, 40, 50 seconden met elkaar in gesprek. En nu gaat Warnier zijn plek opzoeken in dat groepje van Rob Ruig. Waar we nu voorin wederom een hand omhoog zien gaan. En dat is de ploegmaat van Warnier, Dimitri Petskens. Die wil nu de ploegleider graag bij zich hebben. Die ploeg is dus met 2 man vertegenwoordigd hier de ploeg van ploegleider Olivier Kaysen. En dat is natuurlijk ook een bekende oud-wielrenner. Inderdaad, Olivier Kaysen zat ook wel eens in de vlucht van de Volta Limburg Classic, al jaren geleden. Toen in dienst van
Lotto Soudal. De groep daarachter dus hier, het peloton. Maar het is de groep met onder andere Dylan Groenewegen. Ja, dat is een stilaan, een geklopte groep. 40 kilometer nog. Het verschil is groot. 2 minuten en 22 seconden. Moeten gekke dingen gaan gebeuren. Kan wel, nog altijd, maar... Zit er nog voldoende ploegen die daar iets van willen maken? Dat is het grote probleem natuurlijk. En voldoende ploegen met de nodige power. Die, de mannen van Gazprom die hebben al een paar jasjes uitgedaan. Die gaan het niet redden. Maciej Paterski, die knijpt in de remmen met een lekke band. Zou toch de uitgespeelde man moeten zijn bij CCC. Maar die zit in het peloton op ruime achterstand. Vliegen met Ruig, met Timo Rozen, met Martens en Roskopf. Dat zijn de eerste vijf van die tweede groep dus. Als ze zo dadelijk beneden zijn aan die beklimming, dit is het peloton. Als ze beneden zijn in die beklimming, in die afdaling, dan gaan ze rechts omhoog naar de Rue de Varn. Terug richting de plank. Het peloton dus, met de mannen van Gazprom en Dylan Groenewegen hier ook in. Ja. Zit nu een beetje opgesloten. Kan feitelijk geen kant erop. Nou, ze hebben gefokt op de mannen daarin die nu in die tweede groep zitten. En dan laat je het gat te groot worden met peloton en dan kom je in zo'n situatie. Blijft gevaarlijk, die halve natte wegen. Je denkt dat je vol kunt en dan één keer komt er weer zo'n natte plek in de weg. Ja, zeker op het wegdek hier, op dit deel. Dat is niet altijd een even scherp, even goed wegdek. Goed, links zien we Teuven liggen. En de renners gaan weer omhoog. Dit is de tweede groep, de groep erop ruikt dus, op een kleine minuut. Ja, laat het nu aan de mannen van Lotto Jumbo en BMC. Hè? Die zouden het gat moeten dichten. Voor mij hoeft het niet ook. Ja, hier spreekt niet de co-commentator heel even. Het was even de pet van de ploegleiding. Terug die pet af nu. Terug naar het koerscommentaar. Okay. Nee, Breuking. Dit is dus die groep met Martens. 58 seconden. Het loopt stil aan. Weg, die vier koplopers. Seconde voor seconde. Ze zullen hier toch wat meer willen doen. Ruig zit natuurlijk alleen daar en die zal ook het besef hebben dat de verantwoordelijkheid ook bij andere ploegen ligt. Ja. Dus het meerijden. Hier wordt de boerengolf gespeeld. Die man kan uit gaan leggen, maar hij is toch echt even de aandacht kwijt? Nee meneer, er wordt even koers gekeken. U kunt zo doen meteen verder gaan. Goed, we gaan door in die beklimming van de Rue de Varn, dus de Varnstraat. Ook zo'n loper. Ik kan me nog herinneren dat daar vorig jaar Cunego en Rebellin ervan doorgingen op deze beklimming. En dat Gilbert met het werk zich ging bemoeien. Nu is het nog altijd een soort van status quo. Het zou tijd worden, stilaan, voor die tweede groep om wat meer vaart te maken. Het is nu een minuut. Het loopt stilaan op. Dus
achter ook de power en de kracht van de mannen die links bovenaan in beeld al boven zijn in die beklimming. Hier zijn ze. Hoe is Jesse? Ja, we zien dus dat het toch wel een aardige beklimming is. Want we zien bijvoorbeeld wie veel moeite heeft in deze beklimming, is de renner van Wantique-Roubaix. En dat is Jérôme Bougnis. Die heeft veel moeite, heeft wel een paar keer wat te drinken gekregen. Dat is natuurlijk een oude slimmigheidje van zijn ploegleider om hem dan een blikje cola aan te reiken. En dan natuurlijk aan die wagen te blijven hangen. Maar nu heeft hij dan met de hulp van die ploegleider, om het zo maar te zeggen, wederom het laatste wiel kunnen pakken van het groepje. Laten we het maar noemen, het groepje Rob Ruig. En die hebben nu ook de beklimming gehad. Nog 25 meter, dan komen zij op het kruispunt uit. En dan hebben zij ook weer deze beklimming achter de rug. Dankjewel Maurice. Inmiddels bovenaan die Ruud de Varn heeft Tussveld het groepje moeten laten gaan. Ja, nou ja, toch een beetje verrassend. Die leek goed mee te draaien. Ja, hier gebeurt dat. We zijn bijna boven en dan zegt hij, c'est parti. Of beter gezegd, c'est fini. Zo zie je maar hè, dat je niet altijd kunt zien hoe iemand erbij zit. Hij oogde nog vrij goed. Hij roept nog even ook, hè? Je ziet ze wel omdraaien. Hè? Ga je nog mee of niet? En hij roept dan eigenlijk nog, nee, ga maar, het is klaar. Ja. Op voor Martijn Tussveld. 34 kilometer nog. Mag ook wel. Als jongeling. Van der Leijken dus nu over met de twee overige. Met Canola, de Italiaan. En met Xavier Maurice. Nou, Tussveld kan een beetje afstoppend werk gaan doen achterin. In de achtervolgende groep. Ja, juist. Dat zou kunnen. Achtervolgende groep dus op een minuut. Een minuut is nog altijd speelbaar voor die achtervolgende groep, maar dan moet echt die samenwerking daar wel tot stand komen. Deze drie, die gaan kop over kop, die zullen niet meer twijfelen. We zijn bij die achtervolgende groep, het laatste wiel Meijers. Tussen tikken de secondes nog altijd weg in het voordeel van die eerste vier. Pardon, drie. Hier wordt vooral naar elkaar gekeken. Ogni die aansluit. Ja, die doet ook afstoppend werken. Net zoals Meijers van Rompot. Er zijn twee ploegen die het nu moeten doen daar, het BMC en Lotto Jumbo. Daar kijken ze naar. Die kleinere ploegen die gaan zeggen van ja, knappen jullie het maar op. Dat is het nadeel van een grote achtervolgende groep, hè. Dan krijg je die oneenigheid. Het peloton zit gewoon te ver, daar kunnen ze niet veel meer mee doen. Vliegen, die vraagt. Ja, het is een beetje op slot, jongens. Het is nog 32 kilometer. Er wordt naar elkaar gekeken. Voorin wordt gewoon doorgekoerst. 1 minuut en 4. Peloton, die kunnen we al helemaal stilaan vergeten. Ja. Van Poppel die schuift op richting Van der Leijken. Zometeen. Ja. Ja, die gaat dat gat wel dichtbij. En daar gaat hij. Ja, als het een minuut is, hè, dan mag je er langs. Maurice Jesse, waar zit jij? Ja, en we zitten achter Antoine Barnier, die ze straks de hele tijd met zijn ploegleider Olivier Kajsen heeft zitten te spreken. Ja, pech, hij moest van wiel verwisselen. Nou, Kajsen zat gelukkig hartstikke goed bij. De wielwissel is heel snel gegaan en Kajsen is nu in de achtervolging op de groep van Ruig. De groep van Ruig was juist ook de ploegleider Peter Bouwels is geweest bij Rob Ruig. En dit is geen enkel probleem, want op deze manier brengt de slimme, sluwe Vos. En dan zie je de slimmigheid van de oud-renner Olivier Kajsen zijn
renner, wel heel snel terug. Maar nu zit hij tussen de andere auto's in. Kan hij zo meteen over, laat ik zeggen, een seconde of 20 het laatste wiel weer pakken van het groepje van Ruijgen. Oké, dat is interessant. Zien ook hier hoe Loïc Vliegen nog even bij de ploegleiderswagen kwam van BMC. En wat mij vooral opviel, het gemak waarmee hij nog zit. Ziet er toch heel fris uit, makkelijk en rustig. Hoe zitten we ervoor? Wat kunnen we nog doen? Ja. Had nog niet heel veel jasjes uitgedaan. Roskopf hiervoor moet het grote werk verrichten. Oep, dat gaat net goed bij Monti. En weer zijn we wat secondes verder. Er zit niet heel veel overtuiging meer in, hè, die groep. Allemaal een beetje zo van de kop. Je wordt naar elkaar gekeken. Ja. Je wordt niet hard gereden. En Ruijgen zijn eentje, welke mogelijkheid heeft hij? Kan moeilijk eens eentje de hele groep op sleeptouw nemen. Dus meerijden. Zou alleen ergens op een beklimming zou je nog iets kunnen proberen om de sprong te maken met een aantal renners vanuit deze groep. Op deze manier gaan ze erin niet komen. Dus, heren Maurice, Van der Leijken en Canola, het ziet er niet slecht uit voor jullie. 31 kilometer nog, en daar is het gat dichtgereden door Van Poppel. Wij krijgen, met nog 31 kilometer te gaan, straks nog dat rijtje van 1, 2, 3, 4, 5, 6 klimmetjes die elkaar heel snel opvolgen. De Kuttersteenweg, Merenlintje, de Hoesberg, de Kallenberg en Moerslag. En als we dat gehad hebben, hebben we nog zo'n 15 kilometer tot aan de finish. En die zijn vlak. Dus nog 15 kilometer gaan we echt op en af. En daarna is het vlak, en inclusief dat laatste rondje van 7 kilometer bijna. Dezelfde ronde die we straks ook bij de vrouwen zagen, waar Caroline Canyon de snelste was. De Canadese van Boels Dolmans, die de eerste editie van deze Volta Limburg Classic op haar naam schreef. 30 kilometer, nog iets minder dan dat. Tja, het is een beetje status quo en je hoopt eigenlijk op wat meer. Maar deze mannen die komen nog altijd niet dichterbij. Roskopf dan. 1.21. Martens en Ruig. Maar zeg mij nu even waarom iemand van Lotte Jumbo niet toch achteraan moet gaan rijden nu. Want je bent toch met twee. Ja. Dan offer je denk maar iemand op. Maar als je geen keuze maakt, dan gaat het nu heel snel weglopen. Hè? Ja, of je rijdt met z'n allen en je probeert BMC met je mee te krijgen en nog wat mannen. Ik snap ook niet waarom BMC niet rijdt. Maar die hebben ook twee mannen met Roskopf en Vliegen. Ja, ze rijden maar niet echt met de overtuiging. Dit is status quo. Sterker nog, dat loopt gewoon weg. Dat drietal vindt het wel prima. Maar als het nog lang duurt, dan worden ze helemaal onaanvolgbaar, dan is het voorbij. Je ziet het rechts aan Roskopf. Daar zit weinig overtuiging in die achtervolging. En dit is tempo blijven rijden. Steady blijven gaan. Canola, Maurice en Van der Leijken. Canola zie ik regelmatig omdraaien, maar hij hoeft er niet te wachten op zijn achtervolgers, ook op zijn ploegleider.
De klim naar de plank, naar boven. Ook zo'n lekkere loper. Pas aan het einde wordt hij een beetje steiler. Maurice Jesse, ook inmiddels op die beklimming? Ja, we zitten nu even in de afdaling nog naar het, zal maar zeggen, richting het tunneltje waar we even onderdoor gaan. Er is achterin wat overleg zie, tussen de jongens van Roompot en tussen de jongens van Lotto Jumbo. Wordt er even naar elkaar gekeken. Maar ze laten er eigenlijk het merendeel van het werk voor in over aan Rob Ruik. Ja, dit is natuurlijk weer een mooi springpunt om wat tijd terug te gaan pakken op die kopgroep. We zullen het dadelijk zien bij de volgende beklimming. Absoluut. Dit is die groep Rob Ruig in die beklimming van de plank. Als je net onder het tunneltje doorkomt, dan gaat de beklimming echt beginnen. Gemiddeld hellingspercentage 4%. Pas aan het einde ietsje steiler dus, dan gaat het naar 6%. Dit is gesneden koek voor Ruig, die hier veel traint. Dat geldt ook voor mannen als Martens, die hier om de hoek woont bijna. Maar dat helpt ze niet in de weg richting die kopgroep. Want er is altijd het verschil. 1,28 en het blijft maar oplopen. Dat drietal krijgt ook die verschil te horen. En krijgt daarmee vleugels. Of een extra handje, zoals hier bij Canola. Bijna boven. Martens dan. Gaat hij eraan trekken, Martens? Is dit het moment dan om eens toe te slaan? Maurice Jesse? Ja, achterin zien we dat Loic Vliegen even bij de ploegleider is geweest bij Jackson Stewart. En heeft heel even overleg gehad en heeft de mouwstukken ingeleverd. Dus misschien gaat die de mouwen opstropen, letterlijk en figuurlijk dan wel zeggen, om er misschien nog hier even gas te gaan geven. Ja, misschien is dat ook geldt dat voor... Paul Martens, die zag ik straks eventjes zwaaien richting ploegleiderswagen. Van jongens, kom eens even erbij, wat gaan we nu doen? Misschien heeft hij nu toch het signaal gekregen. Oké, prima jongen, doe maar. Ja, op dat peloton heeft hij niet meer te rekenen. Hij probeert nu natuurlijk iets te forceren met een kleine groepje in de achtervolging. Met die grote groep maak je niet veel kans. Hij probeert het nu uit te dunnen. Nou, Vliegen moet van ver komen, want zoals we net van Maurice hoorden, die zat even bij de ploegleiderswagen. Die jumpt nu over Roskopf heen. Die komt van ver. Rozen zit, hangt daar achterin. Tempo nu wel strak van deze Paul Martens met natuurlijk Rob Ruig in zijn wiel. En dan denk je Pierre-Paolo de Negri die daarachter zit. Maar ja, hij zal het helemaal alleen moeten doen. Ja, het is opofferen. Het is toch een beetje opofferen. No cuts, no glory, zou dat ook zeggen. In deze fase van de wedstrijd, 26 kilometer, 1,25. Het peloton met daarin dus onder andere Dylan Groenewegen. Ver weg. Bijna boven. Martens met een tempoversnelling. We zien wel dat dat pijn doet bij de achtervolgers. Maurice Jesse. En we zien dat een drietal renners heel even op een kleine achterstand zijn geraakt. Oh, maar dan valt hij even weg. Kom zo bij hem terug. Bij Maurice inderdaad. De mensen die dus het slachtoffer zijn van deze dadendrang. Die kortstondige dadendrang van Paul Martens ongetwijfeld. Tempo zat er even in. Ja, Timo Rozen dus. Ja, dat is dan misschien niet helemaal de bedoeling. Maar dat kan. Ja. Nu daar Martens gas gaf. Als de Rozen die het even moest laten lopen. En ook Roskopf, dat zagen we al, die daardoor in de problemen kwam. Ja, en Tussveld die al uit de kopgroep is weggezakt. Maar ja, die had al een jasje uitgedaan, dus dat is niet zo gek. Ja, de mannen van Lotto Jumbo een beetje in de tang. Rozen is kennelijk nog net niet goed genoeg om dan mee te kunnen met dat... tempo. Je ziet wel dat de secondes dan weer er vanaf worden gesnoept, maar het kost wel heel veel energie. En als BMC nou mee zou draaien, zoals hier met Vliegen, dan kan het nog iets opleveren. Maar dat duurt allemaal lang. En ze verliezen een man om op kop te rijden. Dus, allebei. Ja. Dus Martens en BMC daarachter, die moeten... Twee man zijn ze nog om die achtervolging te gaan leiden.
zullen meer steun nodig hebben. Maar het valt wel stil, hè? Die zit in derde wiel, die zegt... De groeten. Draaien jullie het maar dicht. ...25 kilometer nog. 173 gereden. We gaan zo meteen naar de volgende beklimming, de Kuutersteenweg, richting Terlinde. Met dus die kopgroep Murries, Canola en Nick van der Leijken. Die zitten in een zetel voorlopig. Zolang ze het daar niet eens worden in de achtervolgende groep, gaat er niet veel meer gebeuren. Dan hebben we het podium al vaststaan. Nu is de volgorde nog van belang. Paul Martens. Weer moet hij het doen. Op zo'n weg waar je heel erg... met angst naar uitkijkt van oei, als dat steentje maar niet zich in mijn band gaat boren, zeker met dit weer. ...1.23 blijft daarom ongeveer hangen en Ruig blijft gewoon meeglippen. That's all there is voor hem. Ouderwetse Rikkie methode zou zeggen, 23 kilometer, een minuutje, 1 minuut 20. Nou, dat moet nog kunnen. Ja. Dan moet het voorin echt stilvallen en dan moet je achterin wel echt heel hard blijven doorrijden. Ja, dan heb je het meestal over een jagend peloton op een kopgroep. Dat is even een andere situatie. Toch al een vreemde ontknoping of een vroege beslissing in de... In de wedstrijd eigenlijk. Ja, op de camera gebeurde het al. En dat op ruim 50 van het einde. Met de aanval van deze Frederik Canola. En Van der Leijken mee. Net als deze Murries. En aanvankelijk ook Martijn Tusveld. En Lotto, Jumbo en BMC toch enigszins verrast door die aanval. Ja, eerst en, natuurlijk wel de ontstaan van die groep. Ook wel. Maar ja, wel het missen van die kopgroep van vier. En ook misschien wel onderschat dat dat viertal het samen heel goed zou kunnen gaan vinden. En daarmee extra voorsprong zou kunnen nemen. Zoveel zelfs. Dat mede door het lange wachten van deze groep de wedstrijd beslist lijkt. Kan nog altijd. Kan nog altijd. Vliegen. 1 minuut en 20 seconden. Het wordt ietsje minder. Ruig in tweede positie. Martens daar dan achter. Ja, nu zijn het allemaal eenlingen. Lotto Jumbo met één man nog maar. Martens. En BMC nog maar met één man. Dus die... zijn het de enige die rijden. Ja. En de rest, ja, er zitten er een paar bij die al een man voorin hebben. Of hebben al wat jasjes uitgedaan. Dat ze er wel klaar mee zijn. Dat ze blij zijn. Dat ze zitten waar ze zitten. ...22 kilometer. Ja, Martens zelf trekt ook niet meer aan. Er wordt zo naar elkaar gekeken. Nee, dit gaat niet meer gebeuren hier, Erik. Vliegen en Ruig
Kijk elkaar nog even aan. Martens kijkt om zich heen. Wie gaat nog rijden? Nou, misschien dan toch wel een keer de man van CCC. Tratnik. Hier Timo Rozen. Rechts onderin. Samen met Joey Roskopf. En links dus de koplopers. Oeh, daar gaat het haasje net over. Zag je hem gaan? Drie man. 1.22 blijft het. Verwacht zo'n wedstrijd altijd een duel tussen de twee grote ploegen, BMC en Lotto Jumbo. En eigenlijk zijn dit de ploegen die zwaar in de achtervolging moeten. En dat blijkt niet zo makkelijk toch te controleren. Dat is ook wat de zwaarte van die wedstrijd. Niet onderschatten, nog altijd 200 kilometer en 31 hellingen. Ik denk dat die eerste 100 kilometer, wat we dan niet gezien hebben, toch... Ja, zonder dat er een kopgroep ontstaan is, toch zwaar geweest is. Slopend. Ja, er was wel een kopgroep, maar het was geen hele grote voorsprong uiteindelijk. Ja, ja. En er is toch altijd, dan zijn ze blijven jagen en dan krijg je nooit een keer een echte rustperiode in de koers. En dat zie je nu wat er, hoe het peloton erbij rijdt. Het, overal rijden renners. 1.27, het loopt weer op. Heel benieuwd naar de analyse straks van Rob Ruig, wat daar onderling gezegd is in die groep. Hoeveel daar gevloekt is. Want je probeert toch met elkaar het eens te worden van jongens. Gaan we er nog achteraan of niet met z'n allen? Ronddraaien, zegt hij. Ronddraaien. En die beweging vooruit. Ja, ja. De groeten, jongen. Rij lekker zelf rond. Nadeel daarvan is. Voor deze groep althans. Dat die voorsprong. Blijft oplopen, 1.27. Ja, het zijn de mannen van Veren Klassiek die proberen nog enigszins organisatie erin te brengen. Maar Martens die sluit gewoon niet meer aan. Het is echt helemaal klaar hier hoor. Het is een merkwaardig fenomeen dit. Pier Paolo de Negri, ja, die rijdt zich helemaal scheel om in het wiel van Ruig te blijven. Er zijn wat getekende kopjes hier, hè? Ja. Dat is wat jij zei. Er zijn er ook gewoon bij die, die hier helemaal niet hier op kop willen rijden. Omdat ze een paar jaarjes uit hebben gedaan. En van het achtervolgende peloton is al helemaal geen sprake meer. Ja, hoe fris zijn deze mannen nog? Hè? Die rijden nu al een tijdje aan de leiding. Nou, moet heel gek lopen, wil je nou nog gepakt worden? Dan moet je helemaal gaan stuk vallen. Want fris zijn ze achter ook niet meer. Het Merelintje. Altijd een lelijk stijl ding. Kuitenbijter. Van der Lijken. Vooroverleunen. Een mooie stijl. Nu wel doet het pijn. Oeh, gaat hier al een nieuwe schifting voor het podium plaatsvinden. Doortrekken, dan, dat zou niet kunnen. Canola die voelt dat wel. Laten we nu snel gaan. Maar hij voelt dat ook, ja. Maurice. We moeten ook heel snel in het wiel gaan duiken. Een afdaling kan ik alweer volgen. Maar met die opeenvolging van klimmetjes die nu gaat krijgen. Want we krijgen meteen hier achteraan de Hoesberg. Weer 9%. Dan de Kallenberg, 7%. Dan nog een stukje minder stijl. De klim naar Moerslag. Maar als je nog een reepje hebt, vriend, of een jelletje, snel pakken. Ja, dat is een van je grootste vijanden. Als de hongerram nog op gaat steken in die finale. Ja, dan haal je deze groep niet eens maar bij, straks. 1.30, het is echt op slot. Ja,
hoe rij je rond hier dan? Hè? Denk je van, jongen, wat doe ik hier nog eigenlijk? Nou ja, er zijn er maar 3 vooruit. Hè. Je kan allemaal wel prijsjes rijden. Ik denk dat op die manier gereden wordt niet door veel renners. Ja, dit is dus die groep met Tusveld, met Timo Rozen, die weer gaan aansluiten aan Roskopf. Dat zegt overigens meer voor de groep daarvoor dan over de kracht van deze mannen. Want deze werden dus gelost. Terwijl die Trapnik nog eens een stokker geeft op het Merelintje. De Negri op het tandvlees daar. Maar die heeft nog wat in de beentjes zitten. 1.33. Van der Leijken. Zij boven het Merelintje. Anderen de Hoesberg gehad. We gaan nog naar de Kallenberg, naar Liebeek dus en naar Moerslag. En dan gaan we de laatste ronde in. Dit is voor plek 4 voorlopig. Trapnik. Langs het mooie kasteel daar in het meer. Trapnik dus, kleine voorsprong ten opzichte van de andere achtervolgers op plek 4 in de wedstrijd. De 3 koplopers zijn hier al boven. Daar zijn ze, Canola, Meurice en Nick van der Leijken. 17 kilometer nog, 1.31. Het zit wel goed. Ik ben niet zoveel erachter. We hebben nog 2 beklimmingen te gaan. De Kallenberg en Liebeek en de klim naar Moerslag nog. That's all. Dan hebben we er 29 nu gehad. Nog 2 te gaan. En dan gaan we naar het vlakke richting het kasteel voor de laatste ronde. Hier is Trapnik. Het is voor een mooie ereplaats. Plek 4 straks. Verschil dus ten opzichte van Trapnik 1.26. Het groepje zit daar seconde 6 achter. Ja, je blijft een beetje in die status quo van de wedstrijd. Hè. Het gaat echt om hoe lang houden die mannen voor met elkaar uit. En is er nog iemand die ertussen uit gaat vallen of niet? Of gaan ze met z'n drieën de laatste ronde in? En dan wordt het daarin uitgevochten. Net zoals we in de finale bij de vrouwen zagen. Met die winst dus voor Canuel. Trapnik een beetje voor zijn mede-achtervolgers uit. Maurice Jesse, waar zit jij? Ik zit op dit moment achter het tweetal Martijn Tusval en Timo Rozen. Die hadden heel even aansluiting gekregen bij dit groepje samen met Loïc Vliegen. Alleen ja, toen kwam meteen weer die moeilijke beklimming van het Merelintje. En daar hebben zij uiteindelijk weer moeten lossen. Loïc Vliegen is in dat groepje van Ruig kunnen blijven zitten. Maar ik denk dat het voor deze twee mannen weer heel zwaar wordt. Want nu staat er weer de volgende beklimming daar te wachten. En het tempo is er bij hun helaas heel even uit. Ze hebben ook niks voor zich. Ze zien op dit moment de andere renners ook niet. Dus dat wordt een hele moeilijke achtervolging voor Tusveld en Rozen. Ja, dat zal. Die hebben natuurlijk ook al verloren wel. Op die groep daarvoor. Kallenberg zitten we nu.
De voorlaatste beklimming. 1.12. Dat is op Tratnik. Die komt wel wat dichterbij. Zie je, dan gaat er één man rap rijden. En dan gaat in één keer een hoop van die voorsprong af. Ja, vooraan sijpelen de krachten natuurlijk ook weg. Ja, de koplopers links. Tratnik daar achter. In vierde positie dus in de wedstrijd. 1.14 en peloton nutje. Nee, wat zeg ik? Laten we hem gewoon de achtervolgende groep noemen op 1.26 met Rob Ruig. Toch zie je hoe snel die Tratnik daar wegrijdt. Het zal lastig worden om eraan te kunnen sluiten bij de top 3. Maar bij deze Slowaak zit wel wat in. Dan komt nog eens een aanvalletje van achteruit. Er zit dus wel wat in nog bij Jérôme Bonny. Oh, ik ben even ingesloten. Ja, anders zat de gang er goed in. De Negri rijdt nog eens. Nou, je wordt in één keer toch gereden. Waarom? Toch nog wel een prijsje te kunnen pakken. Jammer dat het zo laat is. Nou, de Negri heeft natuurlijk met Canola zijn ploegmaat vooraan. Maar die rijden nu inderdaad gewoon voor zo kort mogelijk te finishen. En ze zien deze man voor zich rijden. Daar willen ze naartoe. Ik kreeg de melding dat Tusveld vooraan weggevallen was door waar we het over hadden. De hongerklop. Ja. Dus ja, dat is een heel te gevaarlijke zaak in deze omstandigheden. Volop in koers. En dan vergeten te eten, ja, dat is. Terwijl er toch altijd op gehamerd wordt vanuit de auto. Vergeet dat niet. Want het is hier natuurlijk altijd draaien en keren. Natte omstandigheden, dat zal ik nog meemaken. Het wordt toch koud voor de renners. Extra blijven eten. Van der Leijken, Canola en Xavier Muris. 1 minuut en 10 op Tratnik. 1.23 op de groep Ruig. Hier is Tratnik. Het is de laatste beklimming van de dag. Beklimming naar Moerslag. En ook hij is uit het groepje gesprongen. Christa Hagen van Koop. En daar komt de groep dan nog vlak achteraan. De achtervolgende groep dus. Vliegen en Martens van de twee World Tour ploegen. Bonny, Filosi, Roen Meijers. Dimitri Pijskens, Lorenzo Rota, Christer Hagen die daar net eens voor zat. En uiteraard Rob Ruig. Ja, het is het groepje geslagenen. Want 1 minuut en 19. Het loopt wel hard terug. Maar ja, hard. Relatief hard terug. Niet hard genoeg, laten we het zo stellen. 1.08 voor Tratnik. Die er echt wel de gang in zetten. Om het koersverloop in de finale nog wat spannender te maken. Wellicht wat laat. Van der Leijken weet het ook. 12 kilometer nog. Kom op jongens, dat is nog een kwartiertje. Kwartiertje rijden voor het podium. Ja. Met z'n drieën zitten we al op het podium. En straks maken we wel uit wie dan op 1, 2 en 3 komt. Met dat podium staan we niet meer af. Toch? Onderling. Nou, ze moeten nog even goed blijven samenwerken, want nu gaan treuzelen, dat is nog veel te vroeg. Ja, Tratnik op 1.7 zit, de groep daarachter ietsje meer. Die gaan zo meteen weer aansluiten. Dat is de vraag of ze dan alsnog weer door gaan rijden. Ja,
Er is ook niet veel meer over hè, van die achtervolgende groep. Helemaal uitgedund. Ja. Sterk baasje deze. Stilaan onder de minuut. 11 kilometer. En je weet wel dat er voorin ongetwijfeld nog wat tijd verloren gaat met het kijken, met een tactisch spel. Dan zou het nog heel misschien toch heel spannend kunnen worden. 11 kilometer. Ze weten wel dat deze mannen weer de gang erin hebben gevonden. Dus dat er wel wat doorgereden moet blijven worden. Tratnik. Bovenaan op het plateau van Mesh. Bovenaan de Mescherberg. Deze groep leek aan te sluiten, maar opnieuw ligt het initiatief alleen maar bij Loïc Vliegen. Ja, dat is te weinig. Verte ziet u IJzer liggen met de kerk. En zometeen gaat deze groep de afdaling van de Mescherberg in. Om rechts af te draaien richting de streep. Voor de laatste ronde. Zij zijn al beneden. Die canola die speelt altijd hard door die bochten. Die heeft altijd een gat als die door een bocht komt. Op de beklimming van het Merelintje had Meurice het moeilijkst. Moest dan even bijten om erbij te blijven. Hij lijkt nu wel weer zijn tred gevonden te hebben. En ook Tratnik nu beneden aan de berg. Onderaan en op weg naar IJsden. En daar zijn zijn achtervolgers al. De achtervolgende groep, dat zit er dus heel kort op. Het verschil is in totaal op dat achtervolgende groepje op de koplopers. 1 minuut en 10 met 9 kilometer. Ze zijn allemaal heel spannend kunnen maken. Maar heel veel dichter komen ze niet. Ja, die handjes in het midden van het stuur, net of hij op een tijdritfiets zit. Probeert ze zo klein mogelijk te maken. Ah, blijft nu hangen op 1 minuut 10 ongeveer. Hij vraagt zich af waar moet ik heen. Ja, linksaf dus. Ja, hoe vaak kom je hier? Hè? Nooit? Nee. Eerste deelname in deze wedstrijd. Ook dat. Over de A2.
En daar breekt het groepje achtervolgers. Oeh, de linksman. Oei, oei, oei. Het is de tweede keer dat hij... Waarom wordt hij niet op tijd gewezen? Oh, hij is boos. Er staat een pijl. Ja, hij moet naar links, hè? Er staat ook een pijl, hè? Ja, ze hebben een pijl, ja. Maar hij denkt, nou, wat moet ik nu? Nee. En deze laatste meneer die zegt, je moet echt naar links. Nee. Nou ja, dan pakken ze hem weer terug. Nou, hij is hier weer terug. Vliegen. En Martens dus gaan zo meteen deze Tratnik weer grijpen. Maar ja, de verschillen zijn weer gewoon groot. 1-17. Ja, nu is het volgen van de motor, maar nu komt het wel goed. Oeh, de Negri schiet daar even de bocht uit. Ah, kijk eens daar. Daar is Groenewegen. Waar zit die in het peloton? Die heeft ook die weg al gevonden. Ah, dat zit niet heel ver weg. Die zitten dan. Groenewegen zit hier achter het groepje. Zo'n 30 seconden achter. Achter het groepje met vliegen. Bij Rozen en Tusveld terecht. 40 seconden, ja. Ja. Goed, weer te ver voor om mee te strijden om de belangrijkste plekken. Want daar gaan deze mannen voor vechten. Het podium rijdt hier. 1, 2 en 3. En nu afvragen in welke volgorde. Van der Leijken is een rappe jongen. Ja, hij heeft een aardige sprint in de benen. Na zo'n koers en na zo'n lange ontsnapping met een kleine kopgroep is het altijd weer even anders. Canola maakt een hele sterke indruk. Ja. Op alle gebied. Zowel heuvelop, in de afdalingen als in de bochten. En die Italiaantjes zijn meestal wel rap. En de Maurice die leek even geklopt op dat merenlintje. Toen op het tandvlees, maar is nu weer mee. We gaan richting de finish. En dan krijgen we nog één lokale ronde. Canola. Maurice. En Nick van der Leijken. Zes kilometer nog. Nog één keer die ronde. Richting Oost-Maland. Terugdraaien naar het water. En dan samen uitvechten. Wie hier als eerste op de streep komt en Floris Schertz gaat opvolgen. Geen Lotto NL Jumbo. Geen BMC. Wel een pro-continentale ploeg. Maar welke? Tratnik. Die geeft gewoon niet op. Die weigert gewoon in die groep te gaan zitten. Dan blijft het groepje voor op plek 4. Langs het kasteel. Je kunt nog klokken, je kunt nog inzetten. Kun je weggaan? Ja. Daar is de man van CCC. En daar draait de Negri als eerste op. Op 1.18 komt hij binnen, Tratnik. Met dus die laatste lokale ronde. ...4,9 kilometer voor de koplopers. Nog 6 voor deze achtervolgers. Met de Tratnik, Filosi en de overige uit dat groepje.
is Tratnik. De nummer 4 in de wedstrijd. En de Italiaan daar weer achter. Op plek 5 is nu safe. De man is van Nipovini Fantini goed vertegenwoordigd. Dadelijk 2 bij de eerste 5. Wordt het een Belg, een Nederlander of toch een Italiaan? Nou, belangrijk hoe je die laatste bocht doorkomt. Hè. Het was eerste in volgens mij, want passeren is bijna onmogelijk. Met dat natte wegdek. Het is niet allemaal in de tijdredhouding. Jasper de Laat van Metek, die nog hier in het groepje zit, achter Loïc Vliegen. Achter Jérôme Bonny. Wel gestreden op plek 4, dat is duidelijk. Groepje geslagenen nu voorbij de finish. Terug naar het wegdraaien in Oost-Maland door de kopgroep. Canola, het pokeren is begonnen. Meurice en Van der Lijken. En Martens gaat dan toch weer aansluiten bij Tratnik. Dit gaat dus op plek 4 zometeen. Natuurlijk zijn de mannen van Veran Klassiek daar om proberen weg te komen. Die zijn met 2. Terug naar de kop, daar gaat het om. Canola. Die trekt nog eens door. Canola. Ja, oké. Van der Lijken. Ja, nu is het spannend. Wat gaat er nu in, Jon? Je weet. We rijden samen nog door, maar je moet nou heel alert blijven ook. Het tempo is wel hoog. Het valt niet stil. Nee, je moet een keuze maken. Gok je op de sprint of probeer je nog een uitval? Hoe zijn de benen nog? Het is moeilijk te zien als je ze zo ziet rijden. Langs de Maas. 1,5 kilometer nog. Ze blijven samen rijden. Wachten ze dan echt tot aan de Diepstraat. Dat is dan echt die ultieme sprint. Canola. Nummer 20 in Milaan Sanremo van dit jaar. Van der Lijken. Hij heeft zichzelf bewezen afgelopen week. Zijn goede vorm in Catalonië. Bewijst het vandaag opnieuw in deze wedstrijd. En Xavier Meurice. Die heeft de laatste 30 kilometer kleur gegeven. Rijdt gewoon heel goed in deze finale. Maar heeft hij genoeg over voor misschien wel de winst? Ze weten al zo lang dat het podium zeker is. Maar als je dan toch in die positie zit, dan toch ook de hoogste treden. Vorig jaar was hier het moment waarop Gilbert het beslissende tikje gaf. En Floris Scherts. Die
is hier de nummer 1. Nou, ze hebben Canola de kop opgedrongen. Daar is niet zo blij mee. Hij heeft de tijd, hij heeft de ruimte, hij kijkt. Het is nu voortdurend over je schouder heen. En snel moeten kunnen reageren. Daar zijn de huizen aan de rechterkant. Daar gaan we de kinderkopjes weer op en dan draaien we linksaf in de Diepstraat. Canola, Nick van der Leijken of Xavier Muris. Die zit dadelijk op het vinkentouw. Muris zou nog wel eens dadelijk kunnen springen. Ze wachten echt tot de bocht. Daar gaat Van der Leijken. Tempo al. Hij wil als eerste die bocht door. Slim. Ja, maar we moeten de bocht als eerste door willen. Anders moet je buitenom. Die extra meters misschien liever niet willen. Van der Leijken. Oh, die gaat Leep toch nog even binnendoor hoor. Nick, weg jij. Dat is mijn eerste bocht. Daar gaan ze. Canola. Nu Van der Leijken. Nu misschien. 150 meter. Canola. Canola, daar komt Muris, die is geklopt. Canola of Van der Leijken? Oh nee, de Italiaan. De Italiaan wint. Canola van Nipo Vini Fantini wint deze Volta Lumber Classic. Voor Xavier Muris, voor Nick van der Leijken, die derde wordt. Marco Canola. Met twee gebalde vuisten. En een enorme schreeuw. Een luide roep waarmee hij de overwinning viert. Misschien ook wel in de hele finale de sterkste man. Reed makkelijk. Was ook wel de aanstichter van deze kopgroep uiteindelijk op de Kamerig. En daarmee wint hij deze editie 2017. En klopt die kopgroep uiteindelijk toch de mannen van Lotto NL Jumbo en BMC. Wie had dat verwacht vooraf? Hier de man op plek 4. Nog net voor het achtervolgende groepje. Antoine Warnier. En dan is het, ik denk nog net Paul Martens op plek 5. In het groepje met Rob Ruig. Hier zit dus Dylan Groenewegen. Ze kwamen wat korter. Maar uiteindelijk toch nog niet kort genoeg. Groenewegen in samen zijn met Timo Rozen. En als je dan nog ervoor gaat, aan zijn stand verplicht om dit sprintje te winnen. Blijft nog even in dat wiel zitten. Maar komt er dan uit en wint dat sprintje dan eigenlijk met toch wel speels gemak. Ja, maar... Voor hem van weinig waarde natuurlijk. Voor Justin Jules. Volledig uit koers gereden. Dus niet bij de les toen er 25 man wegreden. Hier is dat moment waar het allemaal echt gebeurde. Goed om nog eens terug te zien. Op de Kamerig dus. Op zo'n 70 kilometer van het einde. En die Canola die reed daar zo makkelijk weg. En had echt op dat moment nog geen flauw vermoeden dat hij zo lang later... nog altijd op kop zou rijden voor de zege. Duwt hier Van der Leijken toch nog even weg. Ja. Bochtje hoort erbij. Als eerste nemen, dat wist hij. 150 meter van het einde wil je in eerste positie zitten. Dan zet hij aan, wacht hij nog heel even. Komt er niemand in een counterattack en is hij vertrokken. Van der Leijken had de benen echt niet meer in de finale. En was over en sluiten voor hem. Muris komt ook niet meer aan. En zo is het. Marco Canola die deze editie op zijn naam schrijft en de opvolger is van Floris Schertz. Je ziet Van der Leijken daar toch een beetje sterven, weet je echt. Het is helemaal op, benen helemaal leeg. Er zit echt geen tempoversnelling meer in. En Canola houdt het tempo vast en is blij. En daar komen de vuisten. Bam. Auguri gefeliciteerd voor deze Italiaanse ploeg die goed gewerkt hebben vandaag. Forza. Canola vorig jaar mee dus in de kopgroep en vandaag ook.
De uitslag van vandaag. Marco Canola wint dus voor Xandro Muris en Nick van der Leijken. Waren niet eens, zoals gezegd, 4. Paul Martens, 5. Dan de rest. Meijers, Pijskens, Jérôme Bonny, Loïc Vliegen en Rob Ruig wordt uiteindelijk nog 10e. In een goede wedstrijd, maar uiteindelijk ook een wedstrijd waarin hij ook het slachtoffer werd van toch een strategisch steekspel. Waarin de wedstrijd uiteindelijk op slot zat. Een finale die uiteindelijk nooit een finale werd. Nee, maar toch wel op een lastig moment van de koers is de beslissing ontstaan. Dus ik denk wel de sterkste van de wedstrijd voorop. En daarachter niet bij machten om die in eerste instantie 4 man terug te halen. Dat is mooi voor deze man die dus ook al 20ste werd in Milaan-San Remo dit jaar. Marco Canola. ...28 jaar uit Vicenza. Ja, hier had jij nog stille hoop, Erik. Vermoed ik zo. Nee, hier had ik al niet meer. Nee, je zag het al? Je moet... wil je die Italiaan kloppen? In ieder geval moest hij op kop uit die bocht komen. Dat probeerde hij ook, maar hij ging net iets te vroeg over de Italiaan. Kon toch nog weer remonteren. Maar nu je de sprint zo ziet, dan is iedereen op zijn waarde. De Italiaan de sterkste. En Van der Leijken met een hele goede wedstrijd. Netjes op het podium, op een derde plaats. Een geweldige wedstrijd bij de mannen. En wij zijn aan het wachten op het teken van de regie. Zodat wij kunnen aanvangen met de huldiging, dus de microprotocolair. Hij is er toch uitgelopen, ondanks het slechte weer. We gaan eens luisteren naar de winnaar van vandaag bij Maurice Deheus. Dat doen we met Marco Canola. Marco, congratulations, you just sat down here. First of all, your bike was not the bike that you came with. Your bike was actually stolen last night. Yeah, this is what happened this night. Fortunately, this morning I had my bike race, and so I didn't have problem. My mates had problems, but so we start the race very, very motivated. And I also, in this period, I have a good condition, like I demonstrate in the Depan, the first stage. And in the Coppi Bartali, so I want to bring the victory today for me, and so I dedicate this to my father and my family, my girlfriend. So a special reason for your father? Yeah, I lost my father some years ago, so he's why I'm racing now. So. I have to say this for him. And he may be listening. Maybe he saw your fingers to the sky. Quickly back to the bikes that were stolen. Was it only your bike or was it from the whole team? Yeah, so this morning we have only 6 bikes. So and we were in 8. So that was the problem. And but now, okay, we have not to remember this. We have only to think about the victory and enjoy this. And a good party. That's true. A quick last question. You did really well in Milan-San Remo this year. You came in 20th. What do you value more, this win or a nice stage in Milan-San Remo? No, 20 was a good result, but I could done more. So in the end of San Remo, I wasn't happy. So it's okay. But I think everybody now
can see that I have a good condition, and this is more important for me. And now we have also other races in front of us, and that are very, very important for the team. Okay, congratulations. Sympathieke man Marco Cannola dus, die het aan zijn vader opdroeg, deze mooie zegen van vandaag. En ondanks het feit dat de ploeg dus twee fietsen kwijtraakte vannacht. Twee fietsen gestolen, met zes fietsen bleven ze over, maar het werd allemaal opgelost. En ja, wat is er mooier dan deze zegen. Terug even naar de vrouwen van vandaag. Cannola bij de mannen. Bij de vrouwen zagen we deze aanval. En deze Caroline Kennewell moest er achteraan gaan bij de vrouwen. Moest achter Steiginga aangaan. En dat deed ze ook. En toen gingen de andere dames in de achtervolging. Maar Kennewell is zo ijzersterk. De Canadese drievoudig wereldkampioen ploegentijdrit van Boels Dolmans. Dat zij en alleen zij overblijft. En een beslissend gatje geslagen heeft ten opzichte van Rianne Marcus en Lippert. Dat is de top 3 bij de vrouwen van vandaag. Yeah, it was kind of harder because we were only 3, but we play on numbers. The girls were really good at the beginning, and when that group went, at first I wasn't in there. Kasia did a good pull to bring me close to the group, and then I was able to bridge. So she did an amazing jump, and it was good for me, a good day for me today. We know you as a very good time trial rider. Obviously, you are a Canadian champion. Was it difficult for you to decide when to break away? So I tried a little bit in the climb because I think that was a little bit my strength. But the girls were really strong. They came back on me, and then I don't have a sprint, so I tried to go before we get on the last stretch here, and it worked out. So I'm pretty happy with that. Congratulations again. This was the first Volta Ladies, Volta Limburg Classic for the ladies. Should we repeat it? Yeah, totally. It was a great race. Well organized, good course. It was fun, yeah. Sympathieke jonge vrouw van Boels Dolmans en ongelooflijk sterk. De derde plek die gaat naar de dame van Sunweb. En ze kreeg de felicitaties van Jean de Mollen, de voorzitter van deze Volta Limburg Classic. Goeie prestatie van de vrouw van Sunweb, de ploeggenoten van Sabrina Stiltjes. Lianne Lippert. Namens WM3, de ploeg dus van Marianne Vos, die hier zelf niet bij was. Deze Rianne Marcus reed eerder ook voor Parkhotel Valkenburg en staat op een mooie tweede plek. Maar de absolute winnares, we zagen haar zojuist na die beslissende jump, was de hardrijdster uit Canada in Limburgse dienst bij Boels Dolmans. Het is een kleine dame, maar een ongelooflijk grote motor en van groot belang ook in de strijd om die wereldtitel ploegentijdrit. Want de ploeg heeft nu al gezegd, Boels Dolmans, die wereldtitel van Doha en Qatar willen we dit jaar in Bergen opnieuw binnenslepen. De felicitaties ook van Dieudonné Akkermans, de burgemeester van IJs de Margraten, en ook door de directie van de hoofdsponsor Volta Limburg. En de beker voor haar. Deze eerste winnares dus van de vroweneditie van deze Volta Limburg Classic. Lippert rechts, de Duitse, de Nederlandse, Rianne Marcus en de winnares, Caroline Kennewell. En dan krijgen we mooie foto's, ongetwijfeld, voor iedereen. En zo dadelijk kunnen we overgaan naar de huldiging van de drie heren op het podium. Zometeen dus de huldiging van de heer. Maar eerst de nummer 10 van de wedstrijd vandaag. Vanuit Limburgs perspectief knap gedaan. Rob Ruig. Ja Rob, want wij horen van Gert Jacobs voor de wedstrijd. Ik ga kijken naar die kleine man die hier vandaag gaat laten zien hoe goed hij is. Ik heb hem gezien in de pannen. En Gert had gelijk.
Ja, dat vind ik leuk van Gert, want Gert is een van de weinige mensen die, die het vertrouwen in mij nooit heeft opgegeven. Dus in dat opzicht vind ik wel leuk om, dat dan, om zijn woorden dan te bevestigen. Dus, ja. Je zat in de achtervolgende groep, jullie kwamen er niet meer bij. Het had wel gekund. Hoe kwam dat? Wat werd er gezegd over en weer? Ja, er werd eigenlijk niet echt gesproken onderling. Er waren een paar mannen van BMC en Lotto Jumbo en ik denk dat iedereen daarnaar keek. Maar ja, ik heb zelf wel zoveel mogelijk proberen mee te rijden, omdat ja, je weet dat er een kopgroep is. En ja, ik rij liefst om, om te winnen en niet om ja, bezig zijn met een tiende plek. Dus dat vond ik op zich wel jammer. En ja, ik denk dat we allemaal strijdend ten onder zijn gegaan. En ja, ik heb gewoon lekker kunnen koersen en ik heb ervan genoten. Vorig jaar natuurlijk werd Lotto Jumbo helemaal de Filistijnen ingereden door BMC. Denk je dat dat misschien heeft meegespeeld? Vliegen ja, zit hier in de kopgroep van BMC, is toch ijzersterk, maar krijgt ook niet de hulp om mee te rijden? Of was gewoon de macht er niet? Ja, dat is een goede vraag. Ik was zelf eigenlijk reed ik lek meteen naar 20 kilometer. Dus ik heb heel lang in de achtervolging moeten rijden. Toen was er een grote groep weg en toen stond de poort van achter stonden lopen. Dus ja, toen was al een harde koers en... ja, daarna toen ik eindelijk van voren kwam, toen was meteen die groep en die schifting. Dus ja, toen viel eigenlijk alles uit elkaar. En ja, ik heb met een paar jongens van BMC gesproken. Sommigen die zijn ja, wat ziek is geweest. Dus ja, dan Louis die heeft ja, gereden voor wat hij waard was. En die balde zelf ook wel in de kopgroep. Dus ja, dat is wel jammer. Gert Jacob zei ook, het is nog niet te laat met Rob, voor Rob Ruig. Schrijf hem nog niet af. Hij kan nog van een kleine naar een iets grotere ploeg. Schat je dat zelf ook nog zo in? Ik lig niet iedere avond in mijn bed en om gefrustreerd te zijn van ik moet hoger op. Maar ja, ik voer nog altijd mijn hobby uit en ik doe het met ontzettend veel overgave en plezier. En ik ga natuurlijk niet onder stoelen of banken steken dat ik, ja, als de kans er zou zijn om een stap hoger op te maken, dan zou ik daar zeker geen nee tegen zeggen. Dus in dat opzicht, ja, zolang je fiets zijn alle wegen nog open, maar ja, je wordt ook ouder, dus het zou mooi zijn om, ik probeer gewoon zo goed mogelijk te presteren en mijn visitekaartje af te geven en wie weet komt er iets en anders, ja, ik heb het ook ontzettend naar mijn zin bij deze ploeg waar ik nu rij. Ja, mooi dat het weer zo goed ging in de Volta Limburg Classic. Dankjewel Rob, veel succes. Okay. Rob Ruig, vandaag tiende, inderdaad, dus een beetje opgesloten in dat tactische steekspel dat al vroeg op slot ging in die finale. Met dus de drie mannen die dat podium in kleur gaven. Van der Leijken daar in het midden. En kijk, ze daar eens rustig zitten. Nu met z'n drieën samen. En hier gebeurde dat allemaal. Op de Kamerig. Aan de voet van de Kamerig. Canola ging. En vervolgens Van der Leijken. En Xavier Muris mee. En dan zegt Martens, kop jongens, rijden met z'n allen. Want we kunnen daar gewoon bij komen. Maar Canola die hield die hele makkelijke tred. Hier op de klim naar de plank. Met dus Van der Leijken. En met Muris. En die voorsprong, die behielden ze. En dan krijg je aan het einde, de laatste 200 meter, dat knikje naar links. En dan zegt Canola, oeps, daai. En op weg naar de streep. Sprintje had hij nog in de benen. Hij schakelt nog even op en trekt hem dan vol aan. Dan is Van der Leijken al gezien. En dan wordt hij nog heel even opgevangen, dacht je, door Xavier Muris. Maar niets daarvan. De Italiaan wint en wordt de opvolger van Floris Gerts in deze 2017 editie van de Volta Limburg Classic. Een Italiaanse handen dus, deze Marco Canola. En blij dat hij ermee is, zeer terecht. Deze was voor zijn overleden vader. En ook nog eens na zo'n pechdag, waarin afgelopen nacht maar liefst twee fietsen, de Rosa's, ook nog eens werden gejat. We gaan huldigen dat drietal hier in de finish in IJsden, waarin de mensen nog langzaam kijken, misschien wel naar de livestream op de app. En nu gaan ze dan komen, camera's klaar voor Nick van der Leijken op het podium. En dat is toch prima. En de felicitaties ook hier van de voorzitter van de organisatie. Wellicht hoopte hij op meer. Natuurlijk hoop je op meer als je in die positie zit. Je rijdt in de driekoppige kopgroep. En dan is dit uiteindelijk de minst mooie klassering. Maar het is er wel eentje op het podium. Hier is deze Xavier Muris. De Belg, ja, die is toch ook een beetje moe hoor. Van Wanty Groen-Gobert. Het fruitmandje. Met fruit uit de fruitgemeente IJsden-Margraten.
En de felicitaties ook daar van de burgemeester Akkermans. En de winnaar van de dag. Le Maestro, de nummer 1, Nippo Vinifantini, Marco Canola. En daar is hij. Marco Canola. Voor dus Xander Omuris en voor Nick van der Leijken. En ook voor hem het fruit en ook de bloemen. En daarmee komen wij aan het einde van een lange wielerdag op L1. Marcel. Met de beker voor hem. Marcel Met deze mooie vrouwenzegen voor Carola Kenuel. En deze mooie kus voor de beker van Marco Canola na de winst in deze wedstrijd. Na een mooie aanval die hij zelf opzette op de camera. Waarin hij deze man uiteindelijk meekreeg, definitief in de finale. En ze het gezamenlijk hebben uitgevochten in de laatste 200 meter in de Diepstraat. Nog vele beschouwd als de mooiste finishstraat. Het gaat om wielerkoers. Onder de nummer 1, 2 en 3 van de Volta Limburg Classic 2017. Een top podium. En dan zullen ze bij Rompot ook weer blij zijn en trots zijn. De mannen van Lanti. En natuurlijk die geweldige, onze Italiaanse vriend. Een ploeg, dames en heren, die altijd hier en altijd weer wil komen opdraven. En dan verlaat deze man het podium en gaat de koers zich langzaam verplaatsen naar Vlaanderen. Morgen dus de hoogmis. Ook dat wordt een groot spektakel, dat is beloofd alvast, met de grote geweldenaren daar aan de start. Dit is IJsden met het kasteel aan de Maas. Vorig jaar weer toneel van de 45e Volta Limburg Classic. Wie wordt dan de opvolger van de Italiaan Canola? Een vrij frisse. Strak.